die verwant zijn. En daarom is het ook zo mooi dat we nu eigenlijk geïntegreerd iets over de resultaten van die projecten kunnen gaan geven. Het project wat het eerste startte, dat was in 2015, was het TRAMP-project. Technologie voor risicobeoordeling voor microplastic ontwikkelen. Hè, nieuwe methodes ontwikkelen. En door deeltijdaanstellingen liep dat wat langer dan de oorspronkelijk geplande 4 jaar. Het is in augustus afgelopen jaar formeel afgesloten. Een aantal onderdelen lopen eigenlijk nog door. Dus we verwachten dat de laatste onderdelen eigenlijk pas in 2022, dus dit jaar, zullen zijn afgerond. Een project van WUR en de Universiteit van Utrecht. Co-aanvrager Annemarie van Wezel, destijds werkzaam bij KWR en Universiteit Utrecht. Is een beetje halverwege het project overgestapt naar de Universiteit van Amsterdam. Was natuurlijk echt super mooi geweest en ook de bedoeling als ze er vandaag bij was geweest. Er was ook een presentatie door haar gepland. Om gezondheidsredenen moet zij helaas afzeggen, of heeft zij op het laatste moment afgezegd. Gaat overigens helemaal goed met haar. We wensen haar spoedig herstel. En we zijn heel blij dat we Renske Hoondert van KWR bereid hebben gevonden gisteravond eigenlijk nog, om in plaats van Annemarie een verhaal te houden. En dat gaat dan over effecten van microplastic op de mens. Nou, dat TRAMP-project, dat was een MWO-project, een wetenschappelijk project. Met co-financiering van een heel groot aantal partijen die op enige wijze iets met water, waterkwaliteit, milieukwaliteit, beleidsvoorbereiding te maken hebben. En het doel was nieuwe wetenschappelijke kennis genereren om risicobeoordeling dichterbij te brengen. Dan het kennisimpuls waterkwaliteit ketenverkennerproject KIWK. Dat loopt van 2018 tot 2022. De uitvoerders zijn de instituten Wenner, KWR, RIVM, Deltaris. De subsidiegevers en betrokkenen eindgebruikers, dat zijn INW, STOWA, waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven. En dus ook weer een groot aantal partijen waar waterkwaliteit belangrijk voor is. Belangrijk aandachtsgebied. En nu dan de laatste tijd wat meer emerging contaminants, waaronder microplastics. En het doel van dat project was in kaart brengen welke actoren er nou een rol spelen, vooral in de Nederlandse situatie. Wat de stand van zaken is qua kennis, wat de kennislacunes zijn met betrekking tot effecten op de waterkwaliteit. En of er ook mogelijkheden zijn om die waterkwaliteit te verbeteren met betrekking tot microplastic. Dus dat project is wat meer gericht op dissemineren, het openmaken zeg maar, van kennis die vaak verborgen zit in wetenschappelijke literatuur. En dat te verbinden met vragen die er bij eindgebruikers zijn. Wat is eigenlijk een beetje achtergrond van die projecten? Dan over hoe de dag van vandaag eruit ziet. Dit is een mooi flowdiagram van het programma. We beginnen zo direct met praten over meetmethoden. Hoe moet je microplastic meten in allerlei matrices? Het gaat vandaag vooral en wat meer over milieukwaliteit, waterkwaliteit. Dus we hebben het dan vooral over water en sediment en dat soort matrices. Dan blootstelling. Blootstelling voor, van belang voor organismen, voor risico's natuurlijk. Dus dat wat je meet, is dat ook beschikbaar? Dingen als transport, beschikbaarheid. En dan een verhaal over effecten. Aquatische organismen, hebben die last van microplastic en waarom? En allemaal op dezelfde manier of juist niet? Nou, als je die ingrediënten 1, 2 en 3 samenneemt, dan kun je risico's gaan beoordelen met het idee van als je iets over blootstelling weet en je weet iets over effecten, hoe kun je dat met elkaar in verband brengen en kun je dan risicobeoordeling doen en hoe ver zijn we daar nou eigenlijk mee en verwachten we eigenlijk een risico? Nou, we liggen daar als het gaat om het milieu wat voor op de vergelijkbare, maar niet minder belangrijke vraag met betrekking tot effecten op de mens. Daar weten we ook wel wat van. Dan zijn we wat minder ver. Maar heel fijn dat Renske Hoondorf daar wat over gaat vertellen.
effecten op de mens. En dan zijn er nog twee presentaties, nummer 6 en nummer 7 hier. En die gaan over, over maatregelen, over de initiatieven die genomen zijn en die je nog kan nemen om iets aan het probleem te doen. En daar kan je wat meer vooraan in de keten gaan zitten. Bij de bronnen, aanpak van bronnen. Maar je kan natuurlijk ook wat meer end of pipe gaan kijken. Cleanings, dat soort dingen. Nou, we hopen dat we met dit geheel, het hele domein van microplastic in het Nederlandse watermilieu kunnen bestrijken. En we nodigen jullie van harte uit om met ons mee te denken. En we hebben een aantal interactiemomenten georganiseerd. Daar later nog iets meer over. Uiteraard een pauze. En de finish is om 12:30. Een paar mededelingen en huisregels. Dit wordt opgenomen. Daar is wel jullie toestemming voor nodig om dat dan daarna ook echt te gebruiken. Het plan is om het op de STOA-website te plaatsen. Dus als iemand van jullie dat toch niet fijn vindt, stuur ons even een berichtje. Dan kunnen we daar rekening mee houden of dan doen we dat, niet. Het berichtje kan dus ook na vanmorgen. We nemen het wel sowieso op, maar wat we er dan mee doen, daar willen we wel graag het fiat van jullie allemaal voor hebben. Ja, dat wil niet zeggen dat we 150 e-mails nodig hebben, maar als je bezwaar hebt, laat dat dan even weten. Nou, verder graag microfoon uit tijdens het geheel. Behalve natuurlijk in de sessies waarbij we de open discussie hebben. Vragen, stel ze in de chat. Dat wordt bijgehouden. En aan het eind van elke presentatie zal de moderator, dat zijn Merel Kooi en ik, die zullen de vragen dan stellen aan degene die gepresenteerd heeft. Zo proberen we een beetje overlap tussen vragen eruit te halen. Misschien de belangrijkste vragen te belichten. Komt niet alles aan bod, dan is dat geen probleem, want daarna is er dan nog een open Q&A waarbij iedereen gewoon vragen kan stellen live en discussiëren met de sprekers. Dus dan kun je ook nog terugkomen op bepaalde dingen die sprekers hebben gezegd. Dan, in het kader van de interactie, heb ik eerst een vraag aan jullie. En die is eigenlijk, denk eens na over waar voor jullie de grootste kennislacune zit. Dus de grootste kennislacune zit op dit moment voor mij, jullie dus, op A, hoe meet ik het? B, hoe verspreidt microplastic zich? C, wat zijn de effecten? D, is er een risico voor de natuur of de mens? Hoe maak ik de link met beleid? Of misschien nog wat breder, wat moet ik eigenlijk met dat microplastic? Of nog iets heel anders waar wij niet aan gedacht hebben. Nou, als het goed is, heeft Merel nu iets voorbereid waardoor jullie ergens kunnen stemmen. Ik kan dat niet zien overigens op mijn scherm nu. Dus ik zie helemaal niks, maar ik vertrouw even op Merel dat het goed gaat. En Merel, misschien kun jij dan even meekijken. Of wat ik ook kan doen is nu het delen stoppen. Omdat het gaat in ieder geval goed, Bart. Er wordt hard gestemd. Geweldig. Dat is mooi. Ja, ik zie nu in dat ik ben eventjes gestopt met schermdelen. En ik zie de poll op het scherm. En dan kan ik eens kijken in de chat. Ah, oké. Okay. Nou, dat is mooi. Dank voor jullie input. Een kwart van jullie. Hoe meet ik het? Dat is toch wel een heel belangrijk punt. 11%. Hoe en waar verspreidt het zich? 20%. Wat zijn de effecten? 27%. Risico voor mens en of natuur. 11%. Hoe maak ik een link met beleid? Wat moet ik er eigenlijk mee met dat microplastic? Toch ook nog 6%. We hopen dat het na vandaag lager is. Dus eigenlijk een redelijke verdeling over de verschillende onderwerpen. Nou, dat betekent dat we de groep die jullie zijn, als toehoorders en mensen die discussiëren vandaag,
Nou, een mooie link met alle onderwerpen en we hopen dat dat een mooie interactie oplevert. Dank jullie wel hiervoor. Dan wilde ik nu overgaan naar de eerste presentatie. Daarvoor gaan we allemaal ons taalknopje Engels-Nederlands indrukken, want de presentatie van Svenja die zal in het Engels zijn. So, Svenja, please, would you like to share the screen? And then the floor is yours. Svenja Mintenik with a talk about detection analytical matters. Yes, good morning, and I hope this works with the screen. Otherwise, I will just hear. I was kind of hoping I could already do it in Dutch, but I decided it's easier and I think more quick if I just stick to English. So I hope this is okay. But if you have questions, just feel free to do them in Dutch. So this talk is on the how do you measure microplastic and how do you quantify microplastic? And I'm going to, as Bart mentioned, focus on the environmental sample, mostly on water, but in a large share, this doesn't matter too much if you have water or sediment. Because it's the first one, and maybe you already all know it, but plastic in the environment, just in very short, occurs in very different sizes. So we talk for macroplastic, and then we already have everything bigger than millimeters, but it can go up to meters. It can be fishernets, they can be huge. Microplastic, what this talks about, we have the size definition from 5 millimeter to 1 micrometer, and then nanoplastic, everything smaller. And I mean, we all know this plastic in the environment, if you have it there for a long time, it will discolor at one point, it will become more brittle. If you look at the surface in detail, it will look like this. And because this then can fragment into smaller particles, we actually do find microplastic in almost any shape and in almost any size in the environment. What is maybe more interesting is to look at the size microplastic spans in a way like this. So 5 millimeter to 1 micrometer is actually a very huge size range. So we talk about something that are like little stones, so 5 millimeters, but we talk about down to 1 micrometer. So this is smaller than cells are, and we are on bacteria levels. And you will hear later in this talk that I sometimes talk about bigger microplastic and smaller microplastics. And I would actually like to emphasize that this cut that we use is at 300 to 500 micrometers. So we actually have microplastics that we call big. They can be as small as, they can be as short or long, like 500 micrometers, like 5 times the thickness of a human hair. So, and this is what we call already big. And what we call small and what we can measure in the environment by now is around 10 to 20 micrometers. So we are on cell level. So we have, we can do really small particles, but it's a very, very big size range. So if you then look at questions that you come across, when you think about microplastic analysis. So this is a bit what I came across when I was preparing this talk. So the question is, are there harmonized methods? And are there methods of which we can use to apply to analyze all the microplastic of all sizes, polymer types and forms? How can we do this representatively? And how relevant is it that I really detail in detail report the size of the particles and the materials and the forms and etc.? So before I'm talking more about the methods and how we can do it, just some reflections on the 2 points of these questions. So, should we in detail report the size of the particles, the materials, and the form? I'm actually not planning to answer the question now why it is important. You will hear this later when in the other talks, but you will guess that the answer, yes, we should do it, is when I show you this slide. So imagine that this is an environmental sample. We have particles of different sizes, of different shapes, and of different polymer types, in this case colors. What you find in literature as a total concentrations can be something like this. So you can have it unspecified per polymer type, and then you would just get a bar saying it's items or grams per whatever unit. But if you would specify it by particle numbers, you would have the second bar. So you have items per unit. And then you see that the blue polymer type in this case would have the highest concentration.
But you could also do it via mass, which is also applied rather commonly. But then, just because the two particles are much, much bigger than the blue ones, the green polymer type in this case would have the largest concentration share. So all of them do correctly depict what is in this jar. But the question, are they accurately, is, not really. So if you want to know the effect, and now I'm already saying it a bit, but you should know a bit better what this jar is containing. You will hear in the talk of, I think, Bart and Paula probably, why you should do it and also how you can use this information. But what I want to show you in this talk is that it is actually possible to generate plots like this with the analytical methods we have. So we can actually have, based on the size, on the sizes or different shapes, we can have relative distributions of numbers. So we get an idea. We can also do the same for mass. We get an idea in which size ranges or mass ranges do we have which polymer types, and we can specify this. Again, you will hear later how you can use this information and how you can even in a better way depict and describe what is in this jar. But for now, we want to know how we can generate a plot like this. Another question is like, is there a harmonized method to do it? And this already implies that most of you probably know that there is not. So if you look in the literature, what typically is available, you would see something like this. And each of these blocks, of these colored blocks already, is a summary of different methods that are applied in this specific field. You already see the differentiation between smaller and bigger microplastics. So again, three times the thickness of a human hair is what we use as a differentiation between large and small. But independently of the size you want to target, you always have to fulfill the steps in these gray bars. So you have to sample, you have to extract them, you have to provide a chemical analysis. You have to analyze this data to get information on the polymer type. And then you have to extrapolate. So how can you describe what you found there in a smart way? So a bit what I had on with the mixture in this jar. And this is a part of the next talk more, but I will talk now a bit on the different steps you need to do for the other four steps. The sampling. Sampling in this case can actually mean two things. So it means the technical, how do you want to sample, but it also has a higher layer. So what do you actually want to sample? How do you want to set up your monitoring? What do you think is important? Where do you want to focus on? I'm using now photos of our own sampling campaign that I did with Merrill in the Dutch surface waters of the Dommel and the Maas. But you already very quickly come to so you want to make it comparable because you want to compare maybe a small river and a big river. But there's already one problem. So Dommel is really small. You have bridges. You can just sample from the middle of a bridge and then you easily sample the middle of a river. For the Maas, this is not possible anymore. So you have to go for the boat, or otherwise you have to sample from the shoreline. So you always have this decisions you want to make. Do you want to have the surface waters, or otherwise do you want to sample within the water column? How do you guarantee at which depths you sample? So lots of this. Another point really important to consider is like, how do you actually sample that you have a representative sample? Because it's not a chemical that rather uniformly distributes in the water, it's particles. So you have flowing by water, you have sometimes maybe an aggregate with more microplastics, you have some water flowing by where hardly any particle is. So you have to representatively get a kind of sample that depicts this area rather well. On average for our samples, and we look for microplastic down to 20 micrometers, we would find something as rule of thumb, like one particle per liter. So this just means, it's not enough to go out and get a bottle of water and sample 1, 2, 5, or 10 liters. So it's very diverse polymer mixtures. It's a very diverse
distribution of plastics in the water or in the sediment. So sample volumes need to be big. In the end, we decided to filter water over stacked sieves, because then you can go small, in this case 20 micrometers. But it also comes with problems, because one particle per liter plastic, there's much, much more naturally occurring material in the water that you filter. So your sieve easily looks like this, with then some microplastics in there. So now here you see Mabel actually looking at the parts where the water was really turbid, that the sieve would not overflow, that we actually have the possibility to get a sample. And if you then take this sieve, this sample, or in this case it was then filled in the bottle, you bring to the lab, you have another problem, because we just want to know the microplastics, so you have to remove somehow the organics. For the bigger plastics, this is still doable to sort. And I didn't find a better picture, so I just took one from the internet. But this is not how the sample looks for us. So again, much, much more organic material, and then some microplastics swimming in there. This sorting, a lot of studies do down to 100 micrometers, down to 20 micrometers. But I just want to say it's already really challenging if you look with a stereo microscope through a lot of organic material and you look for plastics three times as thick as a human hair is. So I think somewhere there is a bit the limitation of this manual work. All the other work, everything smaller than 300 micrometers. This is a sieve of 20 micrometers, of 20 micrometers in pores and then 20 centimeters wide. And in the end, we need to get the natural material out so we can concentrate the sample on a filter that is 2 centimeters in diameter. And again, there's not one harmonized method, but what all methods have in common, they do take quite some time. So you do need to use different chemicals that do not affect polymers, but that do reduce organic matter. But you also have to get the inorganics removed in a density separation, where you also have to guarantee that then the plastics stay in. So, independently what protocol you apply, it takes really long. It takes really some days, but it is necessary to go for the polymer types. And even if you have plastics bigger than down to 300 micrometers, you have to have identification, because error rates can be really high still if you don't make a polymer verification. But I think this is the more interesting. So again, think about the jar, and we want to have detailed information on the size and the material and the form of plastics. So we have here the size and maybe the shape, and especially the identification in polymer types. And the interesting part comes here, mostly applied, what we also applied, and really I would say 80% of studies reply is IR spectroscopy coupled to a microscope. Then you are limited to around 10 micrometers. You could go to Raman, and then you can go towards 1 micrometers. What you have your sample on a filter, and then you will make a grid on it, and then pixel by pixel, a spectrum is recorded of this pixel, and then you can see what particles, what polymer types are lying on there. Sounds rather easy, but I mean, depending how fine you want to have these pixels, that can be down to 3-5 micrometers, you generate files of like 30 gigabytes. So you still have to somehow get the information out what is now the plastic. Often we also apply pyrolysis GCMS, and this is surely the way to go if we want to know the very small microplastics or the nanoplastics, because it doesn't have a size limitation, but it also doesn't provide any information on size. So remember the jar again, you have one big green particle, and the share of this polymer is just becoming huge. So if we do not do any size fractionation beforehand, we will not know the share of the small ones on the big ones, which then is important for the effects. Een minuutje, Svenja. Yeah, I'm already seeing it, but I'm almost done. I just want to say, by now we have identification tools to handle these
30-40 gigabyte files, and then you have an automated output of what polymer types do we find, what materials are they, how long are they, and everything. So this is really great. We could also assess the mass, and right now we are working on how they are good, but how well do they define what is on your filter. I'm making this now really short, but QA/QC requirements, they are really high. So you have to provide enough sample volumes, but you have to avoid contamination. Maybe we discuss this later, or this comes also later again. But never forget, these are really high for microplastic analysis. Maybe I will always skip this. And I just want to finish with one last thing, and I'm going to be 1 minute too long. But think it's a lot of work, but also think about this. The smaller you want to go, the higher the efforts that are required. And maybe you think then, okay, let's just focus on the bigger, the 300 micrometer plus particles. And this is what we found in our samples. These are a bit the numbers, up to 1,000 particles, but just polyethylene. Numbers, if you go for smaller ones, are far, far higher. But what the interesting thing is, the diversity of polymers becomes very, very different. So if you want to depict sources and you want to get an idea what is out there, we need to also know about the small ones. But then the efforts become significantly higher. Just to finish this, it is possible and it is required to determine microplastic in detail in the shape and the size range. There is a variety of methods applied. But I think we crystallize more and more what we should use to define it really well. Very important to know the QA/QC is really important, and it is required to sample these microplastics. It becomes more important if you go for the smaller microplastics. So it is a problem if you go for monitoring. Where do you want to put your focus on? Which sizes do you want to target? You can go for bigger ones. It's more efficient. But yeah, you also would miss the higher diversity for the microplastics, which is in their size range smaller than 100 micrometers. And with this, I'm finished a bit fast in the end. But I think now we will also hear more from Merel what we actually did find, how you can use the data we generated. Thank you, Svenja. Thanks a lot for your very nice talk. There is time, I think, that I ask you one or two questions. For instance, one by André Sof. So, if microplastics play a role in chemical reactions, do you think the surface of the particles should also be something that you should measure? I think it is interesting to measure, and I mean, especially if you want to know aggregation, biofouling, or how it behaves. Yes, we have to know it. But the problem is, if you cannot do it, because you also have to extract them first to analyze them. So I think the chemical surfaces is something that we have to do in experiments, but if you do monitoring, you cannot at this moment take care of the chemical surfaces. Okay, and another one. Rivers are very dynamic, as you know, so how do you know where in a river you have to take the sample? Now, at best you sample at one spot at 50 locations, and then you repeat it maybe 5 times, and then you get an idea where it would be smartest to take your sample for your monitoring campaign, I would say. It's ideal, but it's probably not doable. Okay, so measure a lot so that you have everything. It's basically... Yeah, and then you can maybe know for the future where your one monitoring location is. Okay. Well, Svenja, thanks a lot for your talk and for these answers. You may, in a minute, take a look at some of the questions, and maybe you can answer them in the chat. Otherwise, we take them to the general Q&A later on. No problem at all. Thanks for this. Then I would like to give the floor to Merel. En gaan wij weer terug naar het Nederlands. En Merel praat over transport en blootstelling. Ik ga mijn best doen om weer in het Nederlands om te schakelen. Dat is altijd best een uitdaging. Ondanks dat het mijn native language is. Daar heb je het al in het Engels. Goedemorgen allemaal. Als het goed is kunnen jullie mijn scherm zien. Daar ga ik vanuit, anders dan hoor ik het wel. Ik
wilde beginnen met dat ik zie dat er echt superveel goede vragen worden gesteld. En als mijn collega's al antwoorden hebben op die vragen, geef ze dan vooral ook in de chat. Want ik denk niet dat we tijd hebben om ze allemaal te beantwoorden in de 5 minuten die ik naast me praatje. Dus voel je vrij als je denkt, oh maar hier heb ik al een antwoord op. Of ook jullie allemaal, als je gewoon, we hebben heel veel kennis in huis met z'n allen. Dus leef je daarin uit. Ik ga jullie iets vertellen over blootstelling met name. En dan wel de focus op het aquatische milieu. Maar er zitten ook processen of dingen in die wat algemener toepasbaar zijn. Omdat er ook een vraag was over meer het andere matrices. Dan moet ik wel naar de volgende slide gaan. Nou ja, wat bepaalt die blootstelling? Simplistisch gezegd kun je zeggen dat gaat over emissies. In deze presentatie over de hydrologie, de hydrodynamica van je systeem. De deeltjeseigenschappen zijn van belang. De transportprocessen, bezinking, maar ook andere processen. En eventuele maatregelen die er worden genomen. Nou, dat laatste ga ik verder niet meer op in, maar daar hebben we straks na de pauze nog een praatje over. Dus daar horen jullie straks meer over, gelukkig. Er zijn eigenlijk 2 methoden waarop we blootstelling zouden kunnen bepalen. Dat zijn metingen en modellen. Nou ja, metingen zijn natuurlijk accurater, als in het is echt. Oké, je kan van alles vinden over de meting, is het representatief, et cetera. Maar het is in ieder geval wel wat je op dat moment in je handen hebt. Modellen blijven een benadering. Aan de andere kant zijn modellen wel tijd- en ruimtelijk veel makkelijker te integreren. Terwijl die metingen, Svenja heeft net verteld hoe ingewikkeld het is om veel of representatieve metingen te nemen. Ja, sample maar eens heel Nederland. Neem maar eens metingen over een jaar voor alle oppervlaktes. Dus ik denk dat zowel modellen als metingen ons, dat we die alle 2 nodig hebben om een beeld te krijgen van de blootstelling. Nou ja, daarnaast kunnen ze elkaar natuurlijk ook informeren. Metingen zijn nodig voor de kalibratie en validatie van je modellen. Terwijl modellen juist ook kunnen worden gebruikt om te bepalen waar je meet. Als een model zegt, oh, er is ergens een hotspot, dan kun je zeggen, nou, dan ga ik daar mijn meetcampagne op focussen. Waar komen die plastics eigenlijk vandaan? Misschien wel handig om mee te beginnen in een symposium over plastics in het milieu. We hebben 2 soorten plastic types, primaire microplastics en secundaire microplastics. Primaire microplastics zijn gemaakt als zijnde microplastic, dus kleiner dan die 5 mm waar we het al eerder over hadden. Terwijl secundaire microplastics het resultaat zijn van slijtage of iets dergelijks. Ze zijn niet bedoeld om microplastic te zijn. Nou, we hebben een hele range aan bronnen. En die kunnen dan op allerlei manieren in het milieu terechtkomen. Dus, je kan ze verliezen als je denkt aan de MS Zoe, die wat containers verloor bij de Waddenzee. Nou, toen lag het strand vol met pallets. Ja, dat is nou typisch een voorbeeld van een accidenteel verlies. Maar ook de slijtage van bijvoorbeeld autobanden, van textiel, of dan een fragmentatie van groter plastic, van flesjes en dergelijke. En een deel gaat dan naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dan wel gewoon vanuit ons huishoudelijke afvalwater, maar ook natuurlijk vanuit oppervlakkige afstroming, surface runoff, daar ga je al in het Engels. En wordt het natuurlijk ook verzameld en dan nog weer gezuiverd. En dan gaat het dan wel via de rioolwaterzuivering, wat er dan nog overblijft na de filtering, gaat naar het oppervlaktewater, maar een deel gaat ook direct daar naartoe. Nou ja, een deel van deze processen, ik heb hier de focus op oppervlaktewater, maar een deel gaat natuurlijk ook gewoon naar de bodems toe en ook naar de lucht. Bijvoorbeeld autobanden, slijpsel, afhankelijk van de grootte van je deeltjes. Maar fracties als PM10 of PM2,5 gaan ook zeker naar de lucht toe. Hoeveel komt er dan vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties in het milieu? Nou, dit is een figuur waarbij ik allemaal studies uit Europa even bij elkaar heb gezet. En dan zie je op de y-as het aantal deeltjes per kubieke meter staan. En het is een logaritmische schaal. Dus je ziet al dat orde groottes verschilt tussen verschillende studies. Maar ook binnen studies, die boxplots, zit er gewoon een behoorlijke range in. Van wat er nou eigenlijk in het milieu komt. En als we wat beter inzoomen, dan zie je dat we dit eigenlijk helemaal niet kunnen vergelijken. Want waar de ene studie op een bepaalde size range, of een grote range, focust, kijkt de ander naar kleinere deeltjes. En kleinere deeltjes zijn vaak meer aanwezig. Dus in hoeverre kun je dit nou helemaal vergelijken? Nou, daar gaat Bart Koelman straks nog iets meer over vertellen. Maar
we kunnen dit schalen, we kunnen het extrapoleren zodat we naar dezelfde range kijken. En ik heb dat hier gedaan, waarbij ik het heb geschaald naar 1 tot 5000 micrometer. Dus die soort diamantjes die je ziet, dat zijn die medianen, maar dan geschaald. En als we naar de tweezelfde studies kijken, dan zie je dat de concentraties eigenlijk al anders liggen. Dus dat waar de ene studie eerst hoger was, zie je nu dat die andere studie hoger ligt. En dit is eigenlijk mijn eerste take-home message. Als je concentraties vergelijkt, let er dan op welke size range ze gemeten zijn. Want je kan niet zomaar concentratie 1 met concentratie 2 vergelijken als die methodes verschillen, als die size ranges verschillen. Zoals Svea al aankondigde, zou ik wat vertellen over de grote meetcampagne die we in 2017 en 2018 hebben gedaan, waarbij we hebben gekeken naar microplastics in het milieu. We hebben gefocust op die 20 tot 5000 micrometer en voornamelijk oppervlaktewatersamples en wat rioolwaterzuivering effluenten bemonsterd. Nou ja, deze foto heeft Svea eigenlijk al laten zien. Het is best een avontuur. Je maakt nog eens vrienden als je vastzit in de modder op de rioolwaterzuivering, dat ze je eruit kunnen trekken. En dan krijg je dit soort kaartjes. Nou, hier zien jullie de Maas, dat hopelijk alle bekend. En dan zie je in de grafiek zie je concentraties, aantal deeltjes per kubieke meter. Nou, dat varieert dan tussen de, ik zou zeggen, 100 en 1200 deeltjes per kubieke meter. Dus de ruimtelijke variatie is best wel groot. Als we op één locatie inzoomen, dat is hier bij de Biesbos. Daar hebben we gemeten in de rivier, dus bij Drimmelen. Maar we hebben ook gemeten in de spaarbekkens, waar het water wordt ingenomen, wat wordt gespuiterd voor drinkwater later. En daar zie je dat de sedimentatietechnieken die ze daar gebruiken ontzettend veel effect hebben op de plasticconcentratie. Nou, ze doen dat ook om zwevende deeltjes te verwijderen, maar je ziet dat dat ook voor plastic heel efficiënt is. En dat is natuurlijk verder nog niet een techniek die wordt gebruikt buiten dit soort specifieke locaties, maar het is wel iets om in ons achterhoofd te houden. Je ziet dat die concentratie van Drimmelen naar het eerste bekken, naar het tweede bekken enorm afneemt. We hebben ook veel metingen gedaan in de Dommel, omdat dat een duidelijke, ja, een goed afgebakend stroomgebiedje eigenlijk is, waar ook veel metingen en modellen worden gedaan. En ook daar zie je een behoorlijke variatie in de ruimte. Vervolgens zie je ook, ik wilde eerst even naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties, want dat is, nou ja, daar heb ik van gezegd dat het kan een behoorlijke bron zijn. Maar de vraag is, in hoeverre zien we dat ook eigenlijk terug in onze data? En dat is nog niet zo duidelijk, want de boxes die ik heb gehighlight, dat is de laagste is dan Eindhoven bovenstrooms, upstream. Vervolgens heb je onderstreept heb je de effluent zelf. En dan heb je de benedenstroomslocatie. Dus dit is voor Eindhoven en de bovenste is voor Sint-Oederode. Maar je ziet dat de concentraties benedenstrooms door rioolwaterzuivering niet per se hoger zijn dan bovenstrooms. Wel in Eindhoven, niet in Sint-Oederode. En je ziet ook dat de concentraties in het effluent helemaal niet zo heel hoog zijn per se. Dus ja, er komen zeker plastics het milieu in via de rioolwaterzuivering. Maar we moeten waarschijnlijk ook andere bronnen in ons achterhoofd houden. Nou, iets anders waar ik volgens mij daar straks ook al een vraag over zag langskomen, is de tijdvariatie. Dus nee, we hebben gezien dat er variatie in de ruimte is. Maar we hebben bij Sint-Oederode, benedenstrooms, rioolwaterzuivering, hebben we 6 keer gemeten over het jaar heen. En daar zie je dat de concentraties ook behoorlijk verschillen in de tijd. We hebben ook op een gegeven moment nog een meting gedaan voor binnen 1 dag. En ook daar zie je behoorlijke variaties in. Dus het is echt een snapshot. Wat gewoon belangrijk is om te onthouden als je samples neemt. Nou ja, water, wat zit er dan in het sediment? Is dat een zink? Is dat, eindigen de plastics daarin? Dat is een studie die is gedaan door Changwi Pan, een gastwerker die wij een tijd bij onze groep hebben gehad. En die heeft op dezelfde locaties gemeten als wij in het oppervlaktewater hebben gemeten. Niet op hetzelfde moment, maar toch interessant om even naast elkaar te leggen. En wat je ziet is, dus rechts zijn de resultaten van Changwi in het sediment, in deeltjes per kilogram. En wat je ziet is dat, nou ja, de ruimtelijke variatie is heel anders. Dus waar de Dommel de grens overkomt, Berkel en Schaft, nou, een beetje oneerbiedig, maar dan is het bijna een sloot, zijn de concentraties eigenlijk het hoogst. En nemen ze wat af, terwijl je in het oppervlaktewater ziet dat ze benedenstrooms toch wel iets omhoog gaan. En je ziet ook dat de polymeertypes behoorlijk verschillen. Er zitten heel veel acrylaten
in het sediment, terwijl we die niet heel veel terugvinden in het oppervlaktewater. Nou, om daar nog iets verder op in te gaan, als we naar die polymeertypes kijken, dan is dit een figuur waarbij we wat meer studies bij elkaar hebben gezet en dan helaas wel even andere kleurtjes. Maar dan zie je voor het effluent, voor het oppervlaktewater en voor het sediment in de zoetwatersystemen zie je de polymeerverdelingen. En je ziet dan dat de dichtheid of de polymeertypes verschilt, maar daarmee ook de dichtheid. Dus de zwarte lijn is eigenlijk de grens tussen drijvend en zinkend plastic. Nou ja, dat zou je misschien verwachten, maar het is toch prettig om terug te vinden dat we in het sediment veel meer zinkend plastic vinden. En in het oppervlaktewater veel meer drijvend plastic. Aan de andere kant vinden we wel polyethyleen, wat een dichtheid van 0,8, misschien 0,9 heeft, in het sediment. Dus er moeten manieren zijn waarop ook dat in theorie drijvende plastic naar het sediment komt. Nou, daarover dadelijk nog iets meer. Daarnaast de grote verdelingen. Ja, deze grafiek is misschien intuïtief iets minder makkelijk om te interpreteren, maar het gaat over de deeltjesgrootte van 10 tot 5000 micrometer op een logaritmische schaal en de relatieve hoeveelheid. Nou, als je dit nou even niet op een logaritmische schaal zou zien, dan zou je een exponentiële afname zien. Dus het aantal deeltjes is heel veel hoger in de kleinste size classes. Dat neemt behoorlijk rap af. Dus de vraag is, als je naar deeltjesaantallen kijkt, moet je dan inderdaad niet naar die hele kleine deeltjes gaan kijken. Maar daarmee natuurlijk de hoeveelheid werk die dat kost bij de monsternamen en de analyse. Dit soort grafieken zijn ook nodig voor het schalen van die data. Dus wat ik daar straks liet zien, dat die concentraties verschillen afhankelijk van de size range, de grote range waar je op focust. Als je dat wil extrapoleren, dan heb je dit soort informatie nodig. Ik zei al dat ik heel even over transportprocessen zou hebben. Nou, dit is denk ik een figuur die de belangrijke transportprocessen in het aquatische milieu wel weergeeft. Je plastic komt het systeem in, dan heb je advectiediffusie. Je hebt bezinking afhankelijk van de dichtheid en de grootte van je deeltje, maar natuurlijk ook van de hydrodynamica van je systeem, turbulentie en dergelijke. Je kan aggregatie hebben met zwevend slip en daarmee kan de dichtheid van je deeltje toenemen. En dat zou dus een mogelijke verklaring zijn waarom we wel polyethyleen in het sediment vinden. Daarnaast heb je ook biofouling, dus de algen en bacteriën die op nou ja, plastics in ons geval, maar natuurlijk ook op schepen en dergelijke, daar is het vaker bekend van, groeien. En ook dat kan de dichtheid zo veranderen dat deeltjes kunnen gaan zinken. Nou, deze processen hangen nogal af van de eigenschappen van een plastics, maar natuurlijk ook van de omgevingsfactoren. En wat eigenlijk het belangrijkste hier is, als we hier meer over willen weten hoe belangrijk deze processen zijn, dan moeten we daar gewoon nog veel meer tijd aan besteden. Want het is nog niet zo, we zijn nog niet zover dat we deze processen echt goed in de vingers hebben en goed hebben geparametriseerd en gekwantificeerd. Een laatste slide over modellen. Wat ik zei, ik heb vooral gefocust op metingen en dat is eigenlijk omdat er nog niet zoveel modellen zijn. Nou ja, modellen zouden in theorie al die verschillende aspecten die de blootstelling bepalen kunnen of moeten integreren. En dan zouden we idealiter naar een soort kaart van Nederland komen. Nou, dit is een soort kaart uit de kaderrichtlijn waterverkenner. Waarbij we kunnen zien waar de concentraties het hoogst zijn. En of er dan ook plekken zijn waar de grenswaarden worden overschreden. Dus waar er mogelijk risico's zouden zijn. Nou, zover zijn we gewoon nog niet. Helaas, er wordt aan gewerkt door verschillende clubs. Maar daar komt later misschien ooit nog een update over. Wat ik jullie als laatste wilde meegeven is de tijd en de ruimtelijke variatie in de concentraties is groot. Dus houd dat in je achterhoofd als je monsters gaat nemen. Het opzetten van monitoring moet daar zeker rekening mee houden. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn zeker een bron, maar ook zeker niet de enige bron. En die plastic eigenschappen zijn belangrijk, zowel voor de implementatie in de modellen later, dus dat we de metingen ook kunnen gebruiken voor de modellen, en ook voor de extrapolatie naar representatieve size ranges. En ik ben zelf meer de modelleur, ik heb vooral Svenja's resultaten laten zien, maar de modellen die helpen ook met de integratie en hotspot analyse, dus ik denk dat we niet alleen op metingen moeten focussen.
zoals ik al zei, we hebben van alles gedaan, maar we zijn ook echt nog niet klaar. Dat wilde ik jullie vertellen. En ik geloof dat Paula zo doorgaat met de effecten. Dus nu weten we wat er in het milieu zit. Is dat ook eigenlijk een probleem? En als jullie nog vragen hebben, ook na de meeting, dan kun je altijd een mailtje sturen. Dankjewel, Merel. Dankjewel voor het mooie verhaal. Er zijn nu ook al wat vragen en nog een paar minuten, dus dat past mooi. Er wordt ook geapplaudiseerd voor je praatje. Een vraag van Paul Vriend. Kun je iets zeggen over het relatieve aandeel primaire microplastics versus secundaire microplastics? Oeh, dat is een goede vraag, Paul. Leuk dat je er bent trouwens. Ik kan daar zo snel niet iets op zeggen. Ik verwacht zelf veel meer secundaire microplastics. Zeker omdat de primaire, dat zijn toch vooral de pellets. En die vinden we niet heel veel. En zeker in de kleinere regionen minder. Maar ik weet dat Arjen Marcus straks nog wat meer over de relatieve bijdrage van verschillende bronnen gaat zeggen. Dus ik hoop dat hij daar wat beter antwoord op nog kan geven strakjes. Oké, dankjewel. En een vraag van Han de Griek. De variabiliteit die je meet, die je aangaf bij de RWZI, is die hydraulisch te verklaren? De variabiliteit in de effluenten die we meten. Deels, we hebben op een gegeven moment gemeten tijdens een storm. En dan vindt er eigenlijk geen zuivering meer plaats en dan wordt het doorgevoerd. Dan zijn de concentraties echt sky high, echt extreem hoog. Dus daar zit zeker verschil, maar volgens mij verschilt het ook van het moment van de dag. Dus je hebt natuurlijk die piek in de ochtend dat iedereen staat te douchen. Nou, een paar uur later, voordat door het systeem is, daar zit natuurlijk een vertragende factor in. Maar dat zie je denk ik ook. Dus als het echt over de effluenten gaat, dan zou ik zeggen dat het deels daar wordt verklaard, maar deels ook zeker niet. Oké, dankjewel. En een vraag van Frans Busman. Kun je uit de vergelijking van concentraties in sediment en in het water in de Dommel concluderen dat depositie, eventueel na aggregatie, van sommige polymeren substantieel is, ondanks de stroomsnelheid? Goeie vraag. Ik ga er niet een volledige ja op zeggen. Maar ik denk zeker dat het daar op lijkt. Ik denk, gezien de concentraties die we vinden in het sediment, dat is behoorlijk hoog, toch wel. Honderden, sowieso niet duizenden deeltjes per kilogram sediment. Nou, dat is best veel. Gevoelsmatig, ik zeg niet dat het een probleem is, maar dan moeten er zeker, ondanks de hydraulica, moeten er zeker sedimentatieprocessen natuurlijk plaatsvinden. En dat geldt ook voor die kleinste deeltjes. Dus het interessante zou dan zijn om in een grote rivier met veel hogere stroomsnelheden en vooral veel hogere shear stress, de schuifspanning, te gaan kijken naar of we daar ook veel in het sediment vinden. Dus in hoeverre is de stroomsnelheid bepalend voor het sedimentatiegedrag. Dankjewel Merel voor jouw antwoorden. Er zijn nog wat vragen, misschien kun je er zo nog naar kijken en anders komen ze in de open Q&A of in de discussie later vandaag. Dankjewel. Dan gaan we naar de volgende presentatie van Paula. Paula Redondo Hasselerharm, ook werkzaam in het TREMP-project, maar nu alweer een tijdje terug in Spanje. Hola, Paula. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Maar we gaan het niet in het Spaans doen, maar in het Engels. So please, Paula, the floor is yours. Thank you, Bart. So I'm Paula Redondo Hasselerharm. I did my PhD at Wageningen University and research within the TRAM project. And during my PhD, I studied the effects of nano and microplastics in freshwater ecosystems. And today I will present some of the results that I obtained. So most of you have probably seen pictures like this before that show the large amount of plastic that is entering the aquatic environment. Nano and microplastics can be called secondary if they are formed due to the degradation and fragmentation of larger plastic items. And they can also be called primary nano and microplastics if they enter the environment already with a micro or nano size.
the aquatic environment, plastic particles will be found in different compartments of an ecosystem, depending on, for instance, particle properties such as the density of the polymer, but also depending on the surrounding media, if it allows the formation of a biofilm, which will affect the density of the plastics. Depending on where these plastic particles are found in the ecosystem, they will mainly interact with some species or another. If they are, for instance, found floating in the water surface, they will mainly interact with phytoplankton and zooplankton species. And if they sink to the sediments of the ecosystems, they will mainly interact with the benthic community, which is composed by organisms such as crustaceans, worms, or bivalves. I want to very briefly show you this video so that you get a better overview on how a particle can interact with a species. Please realize that this is a laboratory study, and in the environment, of course, there will be also natural food, and the species might not only ingest plastic particles as it happens in a laboratory study where only plastic particles are given to an organism. In the next talk, Bart is going to talk about the risks of nano and microplastics, and before being able to characterize the risks, we need to assess the effects. And what we did was to expose different species to increasing concentrations of nano and microplastics. And this is an example of what you can calculate with this test. In this case, I put the EC50 as an example, which is the concentration at which 50% of the species are affected in the system with increasing concentrations of a stressor. So we can study the responses with increasing doses of this stressor, and this will be used in the end for the risk characterization. The effects can be assessed on different levels of biological organization, which differ in their ecological relevance. In my PhD, I assess the effects at an individual level, and I study the mortality, growth, and feeding activity on individual benthic invertebrates. But we also assess the effects on an ecosystem level and study the community composition, the population sizes, and the species diversity of a benthic community. And when I studied my thesis, there were no guidelines on how to study the effects of nano and microplastics, so we had to come up with these methods ourselves. What we did was to collect natural sediment from a non-polluted ditch close to Wageningen University, and we mixed it with the different particles that we wanted to study. We studied three different particle types separately. One of them were polystyrene microplastics with sizes between 20 and 500 micrometers. We also studied microplastics released from car tires, which are formed due to the friction of the tires with the pavement, also with sizes between 20 and 500 micrometers. And we also studied the effects of polystyrene nanoplastics with a raspberry shape and an average size of 200 nanometers. This is what the bioassay looked like. It contained a sediment layer mixed with plastic particles and a water layer on top. We placed these bioassays in a water bath and were allowed to acclimatize for 2 weeks. And then we introduced the different species that we wanted to study, which were exposed to the plastic particles for 28 days. And at the end of the experiment, we look at different endpoints, and we also quantified the number of particles that we could find in one of the species, Gammarus pulex,
We only did it for this model species because it was quite a laborious work. And we measured the nano and microplastics in the body of this organism and as also in the feces after a 24-hour defecation period. So the results that we obtained was that the growth of gammarus pulex was reduced with increasing concentrations of polystyrene microplastics. So gammarus pulex is this crustacean here. And as we can see in the graph, the growth was reduced with increasing concentrations of microplastics. And this species was not affected by any of the particles types tested, and also no other organisms were affected by any of the particles tested. There was a proportional ingestion by gammarus pulex demonstrated for all particle types. And what we saw was that there was a larger volume of microplastics retained in the body of gammarus pulex compared to the nanoplastics. And then to assess the effects on a benthic community, we again collected natural sediments and we mix it with two different particle types separately. Again, the same polystyrene microplastics that we used in the single species test. And we also tested another type of nanoplastic, this time spherical with an average size of 100 nanometers. We placed this trace at the bottom of a semi-artificial ditch where a benthic community was already living. So we allowed this benthic community to colonize our trace over time. And after 3 and 15 months of exposure, we took this trace out of the system, we sieved them, and we collected the organisms and identified them. What we saw was that there was an effect of the nano and microplastics on the community composition after 15 months of exposure, and that this was caused by a reduction in the number of worms. So as you can see, after 3 months of exposure, there was no effect on the macroinvertebrate abundance, but after 15 months, there was a clear reduction in the macroinvertebrate abundance for microplastics as well as nanoplastics at the highest concentration. And as you can see here, this was caused by the reduction in the number of worms from the class Nidididae, from the family Nidididae, sorry. As you can see, again, there was a clear reduction at the highest concentration for both microplastics and nanoplastics. With the knowledge that we gained during the performance of this test, we decided to assess the quality of the methods used in effect studies with microplastics and provide guidance for harmonization of these methods. So what we did was to collect 105 studies from the literature and score them with 0, 1, or 2 points based on 20 criteria included in 4 main categories. So we assessed how good they had characterized their particles, how adequate the experimental design was, if the study was applicable for risk assessment, and also how ecologically relevant the work was. Here you can see the average score per criterion. And as you can see, in general, the studies did the particle characterization quite well. When it comes to the experimental design, they had sufficient number of replicates, but they did not verify the contamination very well. And also they did not guarantee that the plastic used were pure, but they also, so they didn't really clean the plastics and they could not discern between the use of chemicals or only the particle in the tests. When it comes to the applicability for risk assessment, they used relevant endpoints and they included natural food particles in the tests, but they did not report effect thresholds and the quality of the dose response was low because they used a low number of concentrations. And when it comes to the ecological relevance, the exposure time was enough in general, but the concentration range, aging and biofouling, and the diversity of the microplastics were not very well done. Also, we wanted to identify the mechanisms behind the effects of microplastics. And for this, we used a weight of evidence approach. So those studies reporting adverse effects
We noted down if the mechanisms they mentioned were demonstrated or speculated, and if they fulfill three crucial criteria, which were the use of food in the tests, also if they complied with the chemical purity of the plastics, and also if they verified the ingestion of the particles. We took these three crucial criteria into account and also the total score obtained. What we found was that the most suggested effect mechanism was the inhibition of food assimilation and or decreased nutritional value, which was 32 times suggested and 9 times demonstrated. And 5 studies fulfilled with the 3 crucial criteria that we defined, and the average score was 21.4. So this was the most plausible effect mechanism, followed by internal physical damage and external physical damage. So the conclusions of what I presented today is that polystyrene microplastics cause effects on one organism, the crustacean Gammarus pulex, and that this was caused by a lower food assimilation due to the ingestion of microplastics. When it comes to the community composition was affected by nano and microplastics after 15 months of exposure. And here we didn't assess the ingestion of particles, but one plausible explanation will also be the lower food assimilation by the nitidae worms. The quality of the effect studies should be improved, especially with respect to the experimental design and ecological relevance. And also the weight of evidence was strongest for the mechanisms inhibition of food assimilation and or decreased nutritional value, as well as internal physical damage and external physical damage. So the take-home message would be that the effects of nano and microplastics depend on the feeding and living strategies of the species. As for instance, we tested a total of 9 species with the microplastics, the polystyrene microplastics, and only 1 out of 9 species was affected. So it depends on how this organism feeds and lives. Also, the properties of the particles, such as their size, affects the effect. So it affects the bioavailable fraction that the organism can ingest, for instance, but also the size can play a role. The concentration of the nano and microplastics also affects the finding of effects. As you can see, there were concentrations where the effect was higher than for others. And we also saw this in the community experiment, where only the highest concentration caused an effect. Also, the time of exposure is important, because after 3 months, we didn't find any community effect, and this appeared after 15 months of exposure. And also, it depends on the quality of the study design and the effect mechanisms. If, for instance, the use of natural particles in the system will affect the amount of plastics that are ingested and also the effects found for the species. Thank you very much for your attention. Dankjewel, Paula. Thanks a lot for your nice presentation. There are a few questions. One question in the chat is about the difference in the testing of nano versus microplastic in your longer term experiment. And nano is very different from micro, of course. However, you found a similar effect at the highest concentration for micro and nanoplastic. So the question is, was the surface area similar, or the particle number, or the mass concentration? The mass concentration was the same. So for the nanoplastics, in the end, there was a larger number of particles, but the mass was the same. So there could be also a food dilution problem. So if there was a lower, for instance, organic matter available for the organisms, this could have played a role in the detection of effects. Thank you. I think that makes a lot of sense. Then there is a question from Eva Ruiter. And the question is, could the effect of taking up microplastics by filter feeders be the same as taking up natural
inorganic particles of the same size. So why would the effect be different with microplastics? So this is about the natural versus the microplastics, if everything else is the same. There have been studies using also other type of natural particles. And in most cases, they haven't found effects for other natural particles. I think this depends on the behavior of the particles in the system, their density and other properties which make them more ingestible or less ingestible. Of course, it can, if they are ingested in the amount that these particles were ingested, they could be an effect because it's an inert particle entering in the system. And if there is a lower food assimilation, an effect could be found. But in general, this hasn't been the case. Okay, thank you. And just 10 seconds ago, a question from Wim van der Hulst came in. Do you propose threshold values from your work? Yes, I do, but I think this will be mentioned by Bart afterwards because he uses these effect thresholds for the risk assessment. So here I didn't provide them. They are in the papers that we published. So you can find them, but also Bart will show them in the next presentation. Yeah. That's for sure, but indeed, a lot of your work was about finding a method as good as possible to get accurate effect thresholds for nanoplastic and microplastic. There is still time, and actually I also had a question, which is about this QA/QC. So if you think of soil organisms, would you say it is very similar, or could you allude a bit on, for soil organisms, I expect very different things? I think most of the criterion could also be applied for soil organisms because in the end is how to design a test. Of course, there might be some differences when it comes to verifying the exposure. So most on the method itself than on having to take into account one specific criterion. So I think it can be applicable, but maybe slightly modified how it should be complied by the studies. Okay. Thanks a lot, Paula, for your for your presentation and your answers. Then we move on to the next presentation, which is about risk. Dat betekent dat ik mezelf ga aankondigen. Even kijken, mijn scherm delen. Zo, als het goed is. Zien jullie dit allemaal? Ja, risicobeoordeling voor microplastic. Hoe doe je dat en zijn er risico's? Ik wil even beginnen met de vragen die jullie hadden gestuurd, of een aantal van jullie, met betrekking tot dat onderdeel risico's. Is het niet gewoon een hoax? Wat weten we van bewezen risico's? En als we iets over risico's weten, hoe kunnen we dat dan duiden in het juiste perspectief? Zijn risico's ook soms acceptabel? En welke kennis ontbreekt nog voor de risicobeoordeling? Nou, over die dingen wil ik graag wat dieper ingaan, om te beginnen met die hoax. Want of iets een hoax is of niet, denk ik, heeft te maken met risicoperceptie. Dus wat verstaan we onder risico? En ik wil dan graag twee definities aan jullie voorleggen. De eerste hier is: risico, dat is er als de blootstelling aan een stressor, bijvoorbeeld microplastic, de effectdrempel voor die stressor, voor microplastic, overschrijdt. En dat is dan wat meer een technische definitie van ecologisch risico. En ik denk dat in het verhaal van Paula zojuist het ook over dat soort effecten en risico's ging. Een tweede die hier staat is risico. Dat is een situatie of een gebeurtenis of een activiteit die kan leiden tot onzekere nadelige gevolgen voor iets waar mensen, waar wij, waarde aan toekennen. En dat is meer de betekenis in de samenleving, maar eigenlijk ook wel een beetje een definitie die gedrag of opinies van een deel van de wetenschappers kleurt. Het zijn eigenlijk twee definities. De tweede wat relevanter voor het brede publiek en ook een die je in de media vaak tegenkomt. En die eerste is wat meer in de context van regelgeving, technisch en strak. Nou, als je nou hierover nadenkt, dan denk ik dat je zegt het is een hoax.
is meer de reactie van iemand op positie 1 op het waarnemen van positie 2. Terwijl iemand die meer op positie 2 zit, misschien zal denken van goh, ja, je kan wel technisch aantonen dat het misschien onder een effectdrempel zit, maar het voelt toch gewoon niet lekker. Al dat plastic in de natuur, dat kan niet goed zijn. Ik denk toch gewoon toch dat daar een terechte zorg over is. Nou, daar is in de literatuur ook wel wat over geschreven, over die verschillende percepties. Bijvoorbeeld deze paper van Völker et al, On the Creation of Risk, waar ze heel mooi beschrijven dat risico, dat is iets wat wij als mensen maken. En hoeft altijd niet per se heel strak gedefinieerd te zijn. Maar je moet natuurlijk wel definiëren wat je bedoelt als je het erover hebt. En dan kom je eigenlijk tot het idee dat het begrip risico, ja, ook dat je daar een soort distributie voor zou kunnen, het begrip distributie voor zou kunnen gebruiken. Nou, in datzelfde artikel van Völker et al, daar hebben ze heel veel papers bekeken en allerlei patronen daaruit gehaald. En dan schrijven ze bijvoorbeeld dat sommige wetenschappers het risico framen, terwijl de feiten het eigenlijk niet onderbouwen. En verklaringen daarvoor zijn dan dat ook veel wetenschappers niet per se bekend zijn met de principes van milieurisicobeoordeling. Maar dat ook publicatiedruk soms een rol speelt. Of concurrentie, onderzoeksfinanciering. Dat risico of praten of schrijven over risico vaak wat verkleurd wordt of gekleurd wordt door verwarring met spreektaal. Dus een kans op een effect wordt dan vaak vertaald als een risico dat een effect optreedt. Dan heb je ineens dat begrip risico. En een ander kan dan dus daarvan maken, oh, er is een risico. En voor je het weet krijgt dat beeld dan meer aandacht in de discussie en in de media. In de media worden dingen vaak wat sterker en wat simpeler geframed. En ook wetenschappers kunnen dat natuurlijk af en toe per ongeluk overnemen, waardoor je dat ook in stand houdt. En ook wetenschappers kunnen een neiging tot activisme hebben. En dat is helemaal legitiem. Dat hangt samen met de waarden, gevoelens, perspectieven die mensen hebben. Dus dat zijn zo'n beetje mechanismen waardoor communicatie rond risico divers is. Nou, voor de media geldt dat eigenlijk allemaal ook. Plus dan nog dat journalisten risico soms een beetje overdrijven om sensationele mediaberichten te creëren. Ook is er vaak verwarring omdat risicoconcepten conflicteren. Die twee definities die ik op de vorige slide had. Er is vaak de noodzaak tot een wat eenvoudiger verhaal. En het verschil met wetenschappers die de nadruk leggen op mogelijk negatieve effecten, dus allemaal heel voorzichtig, versus dat eenvoudige verhaal. En dan heb je al gauw wat ruis op de lijn als het gaat om de communicatie. Nou, in de rest van mijn verhaal gaat het dan toch vooral over dat ecologische risico, dus die wat meer technische definitie. Belangrijk onderscheid tussen gevaar en risico. Als die haai daar in de zee zit en jij staat op het strand, dan ben je niet biologisch beschikbaar. Dan is er geen probleem. Als je ernaast zwemt, dan is er wel een risico en dat is een belangrijk verschil. En we willen dan graag een risico duiden door te zeggen, er is blootstelling en er is een effectdrempel. Beide zijn gewoon een getal. En als die ratio groter is dan 1, dus de blootstelling is groter dan die drempel, nou, dan kan je beginnen te spreken over risico. Nou, dit is toch wel weer een vereenvoudigde weergave. Maar dit is wel de essentie van dat ecologische risicoconcept. Blootstelling en effectdrempel, dan zie je hier micromolair staan, in geel aangegeven. En dat is precies dezelfde maat. Dus als we het hebben over een PCB of over zware metalen, dan zorgen we dat de maat waarmee je die blootstelling uitdrukt precies dezelfde is als waarmee je die effect drempel aanduidt, zodat je een eerlijke vergelijking krijgt. En dan heeft die ratio ook zin. Dat is een beetje het algemene risicoprincipe. Als we dan kijken naar effecten of risico's die vaak worden geframed voor microplastic, nou, dan is 1 vaak die je vaak hoort, is het risico van stoffen in en aan plastic. En hoe belangrijk is dat nou en hoeveel weten we daarvan?
de additieve stoffen die eraan binden, et cetera. Maar eigenlijk kun je zeggen dat we de tools hebben om te berekenen of dat risico bestaat. Je kijkt dan of een organisme blootgesteld is aan chemische stoffen via plastic, maar ook via de andere routes. Je bekijkt dan de relatieve bijdrage die via microplastic binnenkomt. Nou, berekeningen laten zien dat dat meestal weinig is. Dan moet je ook checken of er een concentratiegradiënt is. Stoffen die in plastic zitten, als een organisme schoon is, ja, die desorberen naar dat organisme. Maar als het organisme zelf ook verontreinigd is, dan gebeurt dat niet. En als je dan op een gegeven moment erachter komt dat door het microplastic je meer blootstelling krijgt, dan moet je toch ook nog kijken of daardoor een effectdrempel overschreden wordt. Want als dat niet zo is, dan is er toch nog steeds geen risico, ook al is die blootstelling wat hoger. Nou, in een recente review, een hele hoop studies bekeken, en dan zie je dat die kleur blauw 70% is van de gevallen. En dat betekent dat de informatie uit die studies niet conclusief was, dus niet eenduidig aantoonde dat stoffen in plastic een risico opleveren. In 30% van de studies werd eigenlijk aangetoond dat het niet een rol speelt. En het aantal studies waarin gedemonstreerd werd dat er een vectoreffect is of dat er een risico is, was in die studies nul. Dat over de stoffen. Dan heb je natuurlijk nog die andere componenten. Dat zijn de effecten van de deeltjes zelf. Dat is ook waar met name Paula over sprak. En dan hebben we een probleem met die risicokarakterisering. Dus dat in verband brengen van exposure en effect. En dat je dat met dezelfde maat moet doen. In dat voorbeeld zo even micromolair. En het probleem is dat in het laboratorium worden meestal één bepaald soort plastic deeltjes gebruikt. Nou, bijvoorbeeld witte bolletjes zoals hier. Terwijl wat in het veld wordt gemeten, hè, waar bijvoorbeeld Svenja over sprak en waar Merel over sprak, daar ziet het er meer zo uit als aan de rechterkant. Allerlei vormen, allerlei type polymeren, de grootte verschillen. Dus dat is heel lastig te vergelijken. En als het gaat om het risico, dan is niet elk deel van wat je aan de rechterkant ziet van belang. Want een bepaald organisme kan bijvoorbeeld alleen maar wat hier in dat rondje zit inslikken. Terwijl voor een ander organisme kan een ander deel biologisch beschikbaar zijn. Dus we hebben een aantal stappen waardoor het allemaal niet meer vergelijkbaar is. En we die risicokarakterisering niet goed kunnen doen. Nou, de bekende vergelijking waar ik dan heen wil is dat je eigenlijk appels en peren vergelijkt in het lab. Allerlei soorten microplastic die per studie dan misschien wel hetzelfde zijn, maar tussen studies allemaal verschillen. Terwijl we in het milieu die fruitmand hebben. Microplastic komt altijd voor. Microplastic is eigenlijk die complexe mix van al die vormen en polymeren. En hoe moet je dat nou doen? Nou, dat is een van de dingen die we in het TRAM-project hebben kunnen uitvogelen. Eigenlijk hoe je van een appel een peer maakt. En daar hebben we een formularium voor ontwikkeld. Dus dat is een technologische bijdrage. Daar ziet het dan zo uit. En daar wil ik verder niet al te lang over stilstaan. Maar we kunnen hiermee de eigenschappen van die appel, die toxicologisch relevant zijn, vertalen in de eigenschappen als het een peer zou zijn, maar dan wel voor diezelfde toxicologisch relevante eigenschappen. Omdat het over effecten moet gaan en we moeten die vertaling doen voor iets wat toxicologisch relevant is, omdat we over effecten praten. Dat laat ik hier zien in dit plaatje. Wat we vaak doen is effectdrempels meten, waar Paula ook over sprak. En dat doe je dan voor een hele hoop beestjes. En dan kan je een mooie verdeling maken van de effectdrempels. Nou, dat zie je hier linksboven. Op de x-as staan effectdrempels. En van oudsher stond er dan een aantal datapunten. En die hadden allemaal betrekking op andere deeltjes. En door die vertaling die wij kunnen doen, kunnen we zorgen dat elk datapunt op die fruitmand slaat. En dan is het ineens vergelijkbaar. En dan kunnen we een drempel die we dan weer uit deze verdeling afleiden ook beter vergelijken met wat er in het veld voorkomt.
Nou, ik gaf al aan, dat moet je voor elk toxicologisch werkingsmechanisme doen. En vanuit een werkingsmechanisme kom je dan voor de juiste, kom je dan bij de juiste maat. Nou, bijvoorbeeld, Paula had het al over voedselverdunning. Beestjes hebben last van plastic, want als ze plastic inslikken, ja, slikken, dan wordt eigenlijk hun voedsel verdund. Nou, wat is dan de goede maat? Nou, dan moet je eigenlijk het hebben over het volume van de deeltjes. En dan blijkt ineens dat een bepaald volume aan nanoplastic hetzelfde effect kan opleveren als hetzelfde volume aan microplastic. Want voor die voedselverdunning is volume dan de maat die ertoe doet. En zo zijn er een aantal andere, zoals oppervlak van de deeltjes of de aspectratio, hè, als het gaat om asbestachtige toxiciteit. Of als het gaat om toxiciteit via chemicaliën, ja, dan zou je normeren op concentratie van de chemicaliën in het plastic. Dus die omrekening die doe je dan voor elk van die maten apart. En dan moet je dus ook het transport en de blootstelling, hè, dus het modelleren in die rivier, of het meten waar Svenja het over had, uiteindelijk proberen te vertalen naar een van deze maten die toxicologisch relevant zijn. Hier aan de rechterkant zien jullie dan echte data, waarbij rechtsboven is het zo'n verdeling van effectdrempels op de ouderwetse manier. En daaronder zijn ze dan herschaald naar dat elk datapunt milieurelevant microplastic betreft. Dit is een feitelijke risicobeoordeling, omdat je hier op de x-as de concentratie ziet. Die blauwe curve, dat zijn de concentraties. En die zijn allemaal herschaald, zodanig dat die verschillende studies allemaal omgerekend zijn naar microplastic van 1 tot 5000 micrometer. Dat is dan de standaard definitie van microplastic. Dus studies die concentraties rapporteren zijn vaak ook niet vergelijkbaar, omdat ze allemaal een verschillende deeltjesgrootte, range, rapporteren. Maar dat is omgerekend en dat kun je dan eerlijk vergelijken met die effectdrempel die ook omgerekend is. Nou, en dan komt dit eruit. Die effectdrempel is die verticale oranje lijn. En dan zie je dat verreweg de meeste locaties daaronder liggen. Maar dat 1,5% van de locaties, volgens dit principe, dan toch die effectdrempel overschrijden. En dan zou je dus zeggen, er is een risico voor 1,5% van de locaties wereldwijd. De locaties waar we hier over hebben, is gewoon uit de literatuur allerlei plekken waar microplastic in water gemeten is. Er zit altijd een onzekerheid om dat getal van die effectdrempel, onzekerheidsinterval. En als je daar de ondergrens van neemt, dan ga je dus nog voorzichtiger zitten. Dan zeg je van nou, er is eigenlijk geen risk, geen risico. Nou, kijk maar naar die rode lijn. En dan zit je zo op, wat zal het zijn, 25%. 75% van de locaties kun je met zekerheid zeggen dat er dan echt geen risico zou zijn volgens dit concept. Dit is nieuw werk van Paula, nog ongepubliceerd. Waarbij ze dit doet voor sediment. De blootstelling net was vanuit de waterfase. Hier is de blootstelling vanuit sediment. Een voorbeeld voor zo'n verdeling van effectdrempels gebaseerd op de toxicologische maat voor het effect volume. En eentje voor oppervlak van de deeltjes. Nou, dan is het nieuws wat beter. De blootstelling hier, dat zijn die curves aan de linkerkant. Op de x-as staan weer de concentraties. En de effectdrempels vanuit de species sensitivity distributions, die staan daar rechts. Nou, die liggen echt, wat is het? Twee orders van grootte, drie. Daar beneden. Dus op basis hiervan zou je zeggen, er is geen risico voor microplastic in sediment. Dit concept is afgelopen jaar voor het eerst toegepast in de context van echte regelgeving. Dat is gedaan door waterbeheerders en een overkoepelende organisatie in Amerika, in de staat California. Er is een groep een jaar bezig geweest om te kijken, kunnen wij een soort standaard afleiden voor microplastic in water en ook drinkwater. Aan de rechterkant zien jullie een concept wat gebruikt is. Dat is zo'n tiered strategie, dus in verschillende stapjes. Dus je ziet daar rechts vier drempels staan. Nou, als je dan onder de eerste drempel blijft, dan zie je, dan lees je dat blauwe vakje, geen actie nodig, zit je daarboven.
dan moet je wat vaker monitoren. Dan heb je een tweede drempel, als je daarboven komt, dan moet je de bronnen gaan onderzoeken. Nou, nog hoger, nog een drempel, dan moet je gaan kijken, kan je het terugdringen, enzovoorts. En met die methode die ik zojuist schetste, zijn die vier drempels afgeleid met de beste gegevens die er op dat moment beschikbaar waren. Nou, als afsluitend ding wil ik graag dit dan met jullie delen. Want oké, dit kan je doen, maar hoe zeker is dat nou? En hoeveel vertrouwen heb je dan in het getal wat daar uitkomt? Er komt altijd een getal uit. Maar voor een beleidsmaker is het belangrijk om te weten, hoe goed is dat nou? Kan ik daar echt heel veel op bouwen? Kan ik daar dure maatregelen op baseren? Verregaande maatregelen. Als het echt regelgeving is, dan kan dat natuurlijk voor allerlei partijen consequenties hebben. Nou, wat wordt dan vaak gedaan? Een expert elicitation, dus je vraagt een groep experts om alles eens goed te doordenken. En dan gewoon een soort score te geven van het vertrouwen wat zij hebben in wat er zo al uitgekomen is. Dus een groep van 15 wetenschappers, allemaal doorgenomen. En in het linkerplaatje zien jullie dan het vertrouwen op de x-as in het analytische proces en op de y-as het framework. Dus het hele idee van die alignments staat op de y-as. En als je het dan, de manier waarop het dan berekend wordt, dat is meer het analytische proces, dat staat op de x-as. Nou, en dat is best aardig. Dat framework, dat wordt gescoord tussen 3 en 5. Dus het is redelijk tot hoog vertrouwen. En nou ja, beide aspecten zitten zo gemiddeld rond de 4. Dus dat is op zich mooi. Kijk je aan de rechterkant, dan gaat het Bart, ga jij afronden? Ja, dat is de laatste zin, denk ik. Aan de rechterkant zie je de score op de getallen die eruit komen. Nou, die plaatjes lijken heel erg op elkaar, maar je ziet dat het vertrouwen van 1 tot 4 is. Dus er zijn experts die er heel weinig vertrouwen in hebben. Dan zit je bijvoorbeeld hier. Nou, ik zelf ben deze gele pijl. En de reden is dat ik het hele systeem wil vertrouwen. Alleen de data die gebruikt zijn data waar Paula ook over sprak, die QAQC, en waar Svenja ook over sprak. Heel veel data zijn niet zo betrouwbaar door allerlei problemen met de metingen. Nou, dan krijg je toch een beetje het probleem van garbage in, garbage out. En daardoor zou je dit systeem wel prima kunnen verder brengen. Maar moet je vooral betere data hebben die je dan vervolgens loslaat op het systeem om echt goede resultaten te krijgen. Dit is mijn laatste slide. Als het gaat over risico, dan moet je dus goed opletten wat men eigenlijk bedoelt. Er is een conceptuele methode die je kan gebruiken. Die is prima volgens een internationaal panel. Maar de uitkomsten die zijn nog niet echt hoog. Betere data nodig dus. En we zijn met een aantal nieuwe projecten bezig om die betere data te krijgen. En dat was het. Dank jullie wel voor de aandacht. Dankjewel Bart. Er zijn wat vragen ook voor jou. Het was eerst een vraag van Leo hoe je de effecten van de geometrie, dus de hoekigheid en dergelijke, mee zou nemen in je toxicologische effecten. Ja, dat is een goede vraag, dankjewel. Dan zou je als toxicoloog moeten gaan nadenken hoe kan hoekigheid iets betekenen voor een of ander toxicologisch werkingsmechanisme wat we kennen. Er zijn toxicologische studies waaruit blijkt dat een oppervlak van een deeltje belangrijk is. Nou, dan ga je dus nadenken over hoekigheid in relatie tot oppervlak. Een bol is het kleinste oppervlak wat je bij een bepaald volume kan hebben. Dat is helemaal niet hoekig. Iets wat heel hoekig is, is ook vaak volumineuzer. Dus dat is dan een link die je hebt. Een ander aspect van hoekigheid is iets wat te maken heeft met de mechanismen volgens welke ontstekingen ontstaan. Dus een bekend voorbeeld van asbest. Dus een bepaalde aspectratio. Een bepaalde verhouding tussen vormen en dingen die ergens kunnen blijven steken. Die dan bepaalt dat in bepaalde celstructuren nadelige effecten kunnen optreden. Dat kan te maken met de mate van hoekigheid. Nou, dat is dus niet al onderzocht. Maar dit is wat ik daarover kan speculeren. Oké,
En dan is er een vraag van een aantal mensen over zicht op chronische blootstelling. Dus, en dan ook daaraan gerelateerd eventueel de ophoping in de keten. Oké. Ja, er zijn een hoop details waar ik niet op inging, maar dat is een goede vraag. Er zijn allerlei aspecten die je duidelijk moet maken van hoe doe je die risicobeoordeling nou eigenlijk? Wat ik net vertelde was chronisch. En dan ook weer wat chronisch, hoe chronisch wordt gedefinieerd bij dit soort risicobeoordelingen. Nou, dat is dan de 28 dagen test. Ja, terwijl 24 uur of 48 uur, dat is dan meer acuut. Dus deze data die zijn allemaal voor 28 dagen tests. En als dan een test net wat langer of wat korter was, dan worden er weer bepaalde omrekeningsfactoren gebruikt om alles toch zoveel mogelijk gelijk te maken. Oké, ik zit even te kijken. Er komt net nog een vraag binnen. Verwachten jullie dat de toxicologische effecten van de mens ten opzichte van waterorganismen wel een relevant effect geven? Want wij zijn relatief ongevoelig. Al dus Frans de Bles. Dat is een goede vraag. De vergelijking van wat je in het veld ziet bij aquatische organismen en de mens. Ik denk dat we dus laten zien dat er wel degelijk een reden is om risico's te verwachten, ook in het milieu. Dat is die 1,5%. En als we niks doen aan het probleem plastic, en het valt allemaal meer uit elkaar, nou, dan hebben we over 10, 20, 30 jaar, zitten we gewoon veel eerder op die curve en is misschien wel 50% van de habitats aangetast. Als het gaat om de mens, dan weten we gewoon nog heel veel niet. Maar ik zou niet op voorhand willen zeggen dat we ongevoeliger zijn. We hebben gewoon een heel ander risicoprofiel. Microplastic, dat gaat er bij ons in en uit. Ja, als het een paar millimeter is, het maakt niet zoveel uit of je een klein stukje pinda of een stukje van een nootje eet, of een klein stukje plastic, wat in principe dan inert is. Maar als het heel klein wordt, nou, dan is het al bekend dat hele kleine deeltjes, een heel klein percentage daarvan, kan toch de darmwand passeren. Vanuit de lucht ademen we ook microplastic deeltjes in. Als die ook weer een bepaalde vorm hebben, kunnen die in de longen blijven hangen, of van daaruit verder gedistribueerd worden in het lichaam. Allemaal hele kleine percentages, maar over een leven lang accumuleert dat natuurlijk toch. Nou, en dan hebben we nog allerlei andere schadelijke deeltjes, zoals roetdeeltjes en black carbon. En allemaal bij elkaar. Is het een open vraag of dat nadelige effecten op gaat leveren? En daar wordt op dit moment heel veel onderzoek naar verricht. Oké, ik denk dat we pauze gaan houden om ons aan het schema te houden tot 10:50. En dan hebben we nog 3 presentaties. Er zijn nog wat openstaande vragen in de chat, Bart. Dus daar zou je eventueel ook nog even naar kunnen kijken. En anders dan kunnen we die straks misschien nog behandelen. Tot straks allemaal.
Welkom terug allemaal. Het is 10 voor 11. En ik zie dat Renske al klaar zit. Renske Hoondert van KWR. Met haar heel snel voorbereide verhaal over effecten op de mens. Aan jou het woord, Renske. Yes, dankjewel Bart. Ik zal even mijn scherm delen. Ja, zoals Bart eigenlijk net al zei, ik zal even een kort overzicht geven over wat er nu bekend is over de potentiële gezondheidsrisico's voor de mens. Er zit wat overlap in met het vorige verhaal, maar dan blijft het wellicht beter hangen. Oh, kijk. Ah, daar is hij. Nou, zoals in de eerdere presentaties al is aangegeven, is de onderzoeksfocus op microplastics niet geheel nieuw. En ook binnen de kennisimpuls waterkwaliteit zijn al eerdere zogenaamde delta-effects geschreven over dit onderwerp. Maar deze eerdere delta-effects zijn op het gebied van microplastics hebben voornamelijk een sterke focus op emissies en ecotoxicologische effecten. Maar microplastics die breken slecht af in het milieu en de mens wordt daarom ook continu blootgesteld aan deze deeltjes via lucht, voedsel en drinkwater. En diverse factoren zoals de grote hoeveelheid van uiteenlopende soorten, en dan kun je denken aan polymeertypen, groottes, vormen, compliceren de beoordeling van de risico's van gezondheidseffecten van microplastics. Dit is belangrijk om het potentiële risico te bepalen, maar we weten ook te weinig van blootstelling aan microplastics om een gezondheidsrisico te bepalen. En ook voor blootstelling moeten we eerst weten welke materialen, vormen, groottes, met welke materialen, vormen en groottes te maken hebben om relevantere testen te kunnen uitvoeren. De WHO die bracht in 2019 een rapport uit over de gezondheidsrisico's van microplastics in drinkwater. En daar wil ik eigenlijk ook een beetje ook op inzoomen. KWR doet zelf ook aan de monitoring van microplastics in voornamelijk drinkwater en ook in oppervlaktewater of in effluenten van RWZI's. En we zijn dan ook betrokken bij zowel de monsternamen als de bewerking van de monsters, de analyse en de data-evaluatie. Maar zoals bij elke vreemde stof krijgen we dan... vragen we ons dan ook wel eens af, hoe erg is dit nu? Want na de data-evaluatie zit er niks meer. We kunnen momenteel nog geen risicobeoordeling doen met betrekking tot microplastics. En onze vraag is dus dan ook, van welke risico's loopt de consument? Nou, de delta-effect die we aan het schrijven zijn, worden de volgende punten behandeld. Dus welke eigenschappen van microplastics zijn van invloed op mogelijke gezondheidseffecten op de mens? Welke onderzoeksresultaten over de effecten in modelsystemen en mogelijke gezondheidseffecten zijn reeds beschikbaar? En welke kennisleemte of kennishiaten bestaan er nog met betrekking tot deze potentiële gezondheidseffecten? Nou, in 1 en 2 willen we eigenlijk weten, willen we antwoord op hebben, zodat we gericht kunnen sturen op welke eigenschappen gemeten moeten worden. Niet alleen binnen KWR, maar gewoon eigenlijk in alle waterlaboratoria. En de derde vraag, antwoord op de derde vraag willen we weten, zodat we uiteindelijk in de toekomst een volledige risicoanalyse kunnen uitvoeren voor microplastics. Of zelfs drinkwaterrichtlijnen kunnen afleiden. Nou, als eerste vraag, welke eigenschappen van microplastics zijn van invloed op de mogelijke gezondheidseffecten? Nou, het is een beetje een open deur, maar dosis maakt het gif. Dus microplastic dosis, een hogere microplastic dosis zal waarschijnlijk tot een groter effect leiden. Maar nu, zoals al eerder is vermeld, wordt microplastic dosis of microplastic concentratie worden op verschillende manieren gemeten. Namelijk door de massa te bepalen of door het deeltjesaantal te bepalen. En hier heeft Svenja ook al wat over verteld. En ik wil ook nog even benadrukken dat de concentratie niet altijd direct vertaald kan worden naar de beschikbaarheid, biologische beschikbaarheid. En dat dosis niet altijd één op één vertaald kan worden naar interne blootstelling. Dus dat is altijd een beetje belangrijk om in je achterhoofd te houden. Verder worden de bepalende factoren van microplastics typisch in drie categorieën verdeeld.
Je hebt de fysische kenmerken van microplastics, voor grootte en polariteit van het oppervlak. Dus of er een, of die positief geladen is of negatief geladen, het oppervlak. En je zou ook nog flexibiliteit en hardheid van het oppervlak mee kunnen nemen als fysisch kenmerk. Maar daar is nog vrij weinig over, bekend. En nog de chemische aspecten. Er zijn typisch drie chemische aspecten waarmee rekening wordt gehouden. Dat is namelijk polymeertype. En polymeertype heeft ook weer invloed op fysische kenmerken. Het is eigenlijk allemaal aan elkaar gerelateerd. Verder zijn er additieven. Dus dat zijn producten die bewust zijn toegevoegd om het plastic bepaald kenmerk te geven. Dus kun je denken aan, het staat hier ook al, maar dan kun je denken aan brandvertragende middelen of weekmakers en dergelijke. En dan zijn er ook nog stoffen die adsorberen aan het oppervlak van de microplastics. En er wordt voornamelijk in literatuur gekeken naar POPs, dus Persistent Organic Pollutants, PCB's, dat zijn ook POPs, en andere chemicaliën, metalen en dergelijke. En dan zijn er ook nog de microbiologische aspecten. Dus het drijfvermogen en de hydrofobiciteit en het harde oppervlak van microplastics maakt dat micro-organismen zich makkelijk kunnen hechten aan het oppervlak en mogelijk over grote afstanden getransporteerd kunnen worden. De fysische aspecten. Nou is dosis geen fysisch aspect, maar ik heb het toch maar hierbij gezet. Er zijn een aantal studies te vinden waarin gekeken wordt naar het effect van microplastic dosis op diverse effecten in ratten, muizen en menselijke cellijnen. Maar de drempelwaarde, en dan bedoel ik niet de beleidsmatige drempelwaarde, maar toxicologische drempelwaarden die zijn afgeleid, variëren sterk per microplastic grootte, polymeertype, het orgaan waarnaar wordt gekeken. Dus we hebben het hier over de luchtwegen, hebben het hier over het maag-darmkanaal, vorm en effect. Sommige studies richten zich op neurotoxische effecten, andere op cytotoxische effecten en andere op reprotoxische effecten. Dus er is ontzettend veel variatie in deze studies. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van voornamelijk polystyrene bolletjes. En zoals volgens mij meerdere mensen eerder al hebben aangegeven, zit in drinkwater en in oppervlaktewater eigenlijk alles behalve polystyrene bolletjes. Nou, dan heb je nog deeltjesvorm. Microvezels, het is bekend dat microvezels irritatie veroorzaakt in longweefsel. Een vergelijkbaar effect als ook in asbest is gezien. Maar het effect van deeltjesvorm zelf op de gezondheid via orale inname is eigenlijk onbekend. Of onvoldoende bekend, laat ik het zo zeggen. Dan is er nog grootte, dus kleinere deeltjes. En dan heb ik het over deeltjes die kleiner zijn dan 5 micrometer. Worden eenvoudiger gefagociteerd en opgenomen en kunnen dus waarschijnlijk sneller tot ontstekingsreacties in de cel leiden. Deze deeltjes hebben ook een grotere oppervlakte tot volumeverhouding, waardoor deze relatief meer eiwitten en moleculen kunnen binden. Dan is er nog elektrostatische lading. Dus transport van negatief geladen deeltjes lijkt makkelijker dan voor positief geladen deeltjes of neutrale deeltjes. En positief geladen deeltjes zijn mogelijk wel cytotoxischer dan negatief geladen deeltjes. Maar opnieuw, de elektrostatische lading is ook weer afhankelijk van polymeertype. En hier is ook relatief weinig over bekend. Ik heb zelf niet zoveel studies hierover kunnen vinden. Dan hebben we nog de chemische aspecten. Nou, polymeertype, ik heb het er al heel even over gehad. Er is weinig bekend over het effect van polymeertype op de menselijke gezondheid. En de meeste studies maken gebruik van polystyrene korrels. Die wellicht niet representatief zijn voor microplastics van andere polymeertypen die in het oppervlaktewater voorkomen. Nou, dan hebben we dus de additieven. Die worden vaak aangemerkt als zeer zorgwekkende stoffen. Ze zijn persistent, mobiel. Of zelfs heel persistent, heel mobiel. Ze kunnen reprotoxisch zijn, mutageen of hormoonverstorend. En dan kun je denken aan phthalaten, bisphenol A is een hele bekende, of PBDE's.
Nou, en tenslotte zijn er dus de geadsorbeerde chemicaliën, de POPs en de metalen. Die worden eigenlijk altijd apart behandeld. En ik heb wel een aantal studies gezien waarbij de combinatie-effecten van microplastics en metalen wordt behandeld. Maar vaak worden die toch in aparte studies behandeld. En de WHO die heeft de risico's van POPs en metalen ook niet meegenomen of niet als zorgwekkend bestempeld in hun rapport. Omdat er eigenlijk al drinkwaterrichtwaarden zijn voor alle POPs en metalen die als zeer zorgwekkend aangemerkt zijn. Nou, verder zijn er worden dus lage concentraties van stoffen aangetroffen die aan microplastics gebonden zijn. En voor deze stoffen zijn vaak al richtlijnen of drempelwaarden. Alleen wat belangrijk is om in je achterhoofd te houden is dat veel van deze stoffen zijn persistent. Dus het kan mogelijk wel zo zijn dat deze stoffen accumuleren in de cellen. En daarnaast is mengseltoxiciteit niet meegenomen. En dat kan mogelijk problemen opleveren. Omdat met een vergelijkbaar toxisch werkingmechanisme kan er dus een gecombineerde werking ontstaan. Met stoffen die aan microplastics gebonden zijn. Dus mogelijk kan dit op een langere termijn wel voor problemen zorgen. Nou, dan heb ik nog de microbiologische aspecten. Nou, micro-organismen kunnen zich over het algemeen niet vermenigvuldigen buiten gastheerorganismen. Dus ze zullen zich niet snel in de biofilm wat om microplastic zit vermenigvuldigen. En deze micro-organismen worden vaak ook al onschadelijk gemaakt tijdens de processen in de RWZI. Dus in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. En de risico's door micro-organismen in biofilms in oppervlaktewater zijn hoger bij inname of door contact met de huid. Dus via drinkwater zullen er waarschijnlijk niet zoveel problemen ontstaan. Maar wellicht als je dus een slok oppervlaktewater neemt, dan kan het misschien voor problemen zorgen omdat je schadelijke pathogenen inneemt. Maar dit behoeft nog verder onderzoek. En daarnaast kan er in oppervlaktewater uitwisseling van resistentiegenen optreden tussen micro-organismen die zich in de biofilm bevinden. En een onderzoek van een Mugini-Gras en een aantal KWR-collega's rapporteert ook dat in 93,8% van alle watermonsters die zij in Nederlandse rivieren hebben genomen, resistentiegenen zijn aangetroffen. Nu is het nog niet helemaal duidelijk of die ook in de biofilm zijn uitgewisseld. Maar het is wel, ze zijn in ieder geval in pathogenen die in de biofilm aan de microplastic zitten aangetroffen. Nou, risico is dus blootstelling vermenigvuldigd met effect en vermenigvuldigd met gevoeligheid. Ik hoorde net ook al een discussie hierover. Maar zonder blootstelling is er dus geen risico. Dus daarom wil ik het even kort hebben over de blootstellingsroutes. Nou, we hebben de inhalatieroute. Dus dat zijn de microplastics die via het inademen de longen binnenkomen, of de luchtwegen binnenkomen. We hebben de orale route. Dat zijn eigenlijk alle microplastics die in het maag-darmkanaal terechtkomen. We hebben de dermale route. Dat zijn de microplastics die op de huid komen. En we hebben ook nog de placentale route. Dat zijn de microplastics die via de navelstreng in de foetus terechtkomen. Ook hier is onderzoek gedaan, voornamelijk ook in het Momentum project. Nou, welke conclusie trekt de WHO nou? Dat is misschien wel belangrijk. De WHO concludeert dat de studies niet laten zien dat er een risico is voor gezondheidseffecten gerelateerd aan microplastics in drinkwater. Hoe concludeerden ze dit nou? Hoe kwamen ze hier niet bij? Nou, ik heb hier een plaatje uit een van Svenja's papers. We zien hier dat de drinkwaterconcentraties echt heel erg laag zijn. We hebben het hier over minder dan 1 deeltje per 1000 liter. En dat is echt een stuk minder dan een afgeleide no observed adverse effect level van 2500 milligram per kilogram lichaamsgewicht per dag. En het is niet geheel dezelfde eenheid, maar we hebben het hier echt over hele lage concentraties. Dus we kunnen wel aannemen dat dat minder is dan 2500 milligram per kilogram lichaamsgewicht per dag.
Maar de WHO erkent ook dat er kennisleemten zijn en werkt momenteel ook aan een vernieuwd rapport. Dus dat is wel even belangrijk om te noemen. Want er komt dus binnenkort een nieuw rapport van de WHO waarin ze deze kennisleemtes verder uitdiepen. Nou, over welke kennisleemtes hebben we dit dan? Dat is misschien nog wel de belangrijkste slide. Er is nog geen gestandardiseerde manier van meten van microplastics en nanoplastics in het milieu en in de mens. En dat is eigenlijk wel nodig om data met elkaar te kunnen vergelijken en de kwaliteit van de onderzoeken te beoordelen. Dus dan hebben we weer dat QA/QC, wat ook al een paar keer is benoemd. En de herziene Europese drinkwaterrichtlijn benoemt het harmoniseren van de methodes om concentraties microplastics vast te stellen in drinkwater als een van de belangrijkste kennishiaten. En het is net ook al benoemd, waterschappen in Californië zijn al bezig geweest met het standaardiseren van dergelijke methodes. En het afleiden van drinkwaterrichtwaarden. Maar de methodes zijn binnen de EU nog niet uitvoerig getest. Dus dit is wel iets om naar uit te kijken. Er is onduidelijkheid over hoeveel microplastics worden opgenomen in het menselijk lichaam. En hoeveel er in cellen accumuleren, dus de interne blootstelling. We kunnen ook kijken naar andere orgaansystemen, zoals hersenen en de baarmoeder. We hebben al wel gekeken naar de placenta, maar nog niet naar wat gebeurt er nou in de foetus zelf bijvoorbeeld. Het is onduidelijk hoe de blootstelling aan microplastics verandert door de tijd en wat voor effect het heeft op de hoeveelheid deeltjes die wordt opgenomen door de mens. En vaak wordt er gebruik gemaakt van kortdurende studies. Bart had het net over studies van 28 dagen, maar op een heel mensenleven is dat natuurlijk nog relatief kort. En we zijn eigenlijk wel benieuwd wat dan de chronische effecten zijn. Nou, er wordt vaak gebruik gemaakt van dezelfde polystyrene korrels. Misschien kunnen we andere vormen en polymeertypen meenemen. Er is gebrek aan inzicht over de specifieke toxiciteitsmechanismes van microplastics en mogelijke interacties met schadelijke stoffen. En last but not least, de gecombineerde toxiciteit van stoffen en microplastic eigenschappen moet nog bekeken worden. Maar dat zou betekenen dat we een factorieel aantal studies uit zouden moeten voeren. Dus wellicht dat modellen hier, wat Bart net ook al benoemde, bepaalde modellen hier hulp bij kunnen bieden. Nou, ten slotte wil ik nog even een slide wijden aan de lopende initiatieven met betrekking tot gezondheidsrisico's voor microplastics. Nou, daar is het Momentum project. Twee jaar geleden is dat gestart. En dat richt zich specifiek op microplastics. Maar er is ook het CUSP cluster. Dat is een Europees cluster van projecten wat zich op het transport, detectie en effecten van microplastics richt. Hier wil ik het ook bij laten. Dankjewel Renske voor jouw mooie verhaal. Veel dank. Er zijn een paar vragen in de chat. Dan kunnen we er wel één of twee nog even van doen. Opname van plastic uit voedselgewassen. Als gevolg van bijvoorbeeld gebruik van plastic in kassen. Weet je daar iets van? We denken vaak aan, het zit in drinkwater of in de lucht. Mm-hmm. Maar zo'n route via voedselgewassen, weet je daar iets van? Ja, ik heb toevallig wel gelezen dat er in voedsel relatief weinig microplastics deeltjes zitten. Maar ik durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen, want mijn focus ligt natuurlijk voornamelijk op drinkwater. Maar ik heb toevallig wel een student gehad die gekeken heeft naar de afbraak van die films die op landbouwterreinen worden gebruikt om bijvoorbeeld asperges af te dekken. Dus het is wel heel relevant, maar ik durf daar verder niet heel veel over te zeggen. Helder. Moet nog naar gekeken worden. Wim van der Hulst vraagt, kun je nog iets zeggen over uitscheiding? Is dat meegenomen in het hele verhaal? Uitscheiding vanuit het lichaam. Er staat een heel korte vraag hoor in de chat. Maar, dus ik neem aan uitscheiding vanuit het lichaam en dat het daardoor weer afgevoerd wordt. Is daar iets over bekend, hoe snel dat gaat misschien? Ja, dat is een goede vraag. Een groot deel van de microplastics wordt ook uitgescheiden. Dat is wat ik gelezen heb in ieder geval in het literatuur. En dan, het is natuurlijk wederom afhankelijk van polymeertype en dergelijke en vorm en grootte. Maar ik heb wel gelezen, een groot deel wordt wel uitgescheiden.
Maar het is natuurlijk omdat die deeltjes persistent zijn en niet afbreken, accumuleert het wel uiteindelijk in de mens. Maar inderdaad, een groot deel wordt uitgescheiden. Oké, dankjewel voor je verhaal nogmaals en het beantwoorden van deze vragen. En dan wilde ik graag doorgaan naar de volgende presentatie van Arjen Marcus van Deltares. En we gaan nu wat meer kijken naar, kun je daar iets aan doen? Overzicht van initiatieven om het probleem aan te pakken. En daar gaat Arjen iets meer over vertellen. Ja, als het goed is mijn scherm te zien. Ja. Oké, in het kader van de kennisimpuls waterkwaliteit hebben we gekeken naar de mogelijkheden om microplastics te verwijderen uit het milieu. Het zij ervoor zorgen dat het er überhaupt niet inkomt. Het zij dat je dat met end-of-pipe maatregelen kunt verminderen. Ik wil hier zo een overzicht geven van wat er op dit moment allemaal speelt. Het is onvolledig. Ik durf in ieder geval niet te zeggen dat het volledig is. Dus vandaar die kwalificatie tussen haakjes. We hebben al heel veel gehoord over de oorsprong van microplastics. En een van de grote problemen hier zo is dat het echt om veel verschillende bronnen gaat. En eigenlijk ook om veel verschillende soorten plastics. Hier zou het plaatje van Merel herhaald. Hier zie je diverse bronnen die er spelen. Naast de primaire, even kijken of mijn cursor zichtbaar wilt worden. Hij wil het nog niet, geloof ik. Nee, waar is hij gebleven? Nou, anders maar even met woorden omschrijven. Ja, kijk, nee, hij is er. En dan kan ik er een mooie point van maken. Pellets, dat gaat in feite om plastic korrels die gebruikt worden voor het maken van plastic producten. De industrie gebruikt ook op allerlei andere manieren plastic. En dan gaat het veelal om materiaal dat per ongeluk in het milieu terechtkomt. Cosmetica, tot voor kort wilde nog wel eens plastic gebruiken in hun producten. En via de douche en noem maar op, komt dan uiteindelijk in het water terecht. Verf en verfpigmenten met name. Denk aan acrylverven en dergelijke. Ook een vorm van plastic die door gebruik, door slijtage en dergelijke, uiteindelijk in het water belandt of in het milieu in zijn algemeenheid. Wat we ook gehoord hebben, de secundaire microplastics die ontstaan door het fragmenteren van plastic voorwerpen. Dat kun je heel breed zien. Zoals hier genoemd, autobanden. Het slijtage van autobanden, maar ook het wegdek, leidt tot plastics, microplastics. Textielvezels die door wassen en gewoon slijtage ook losraken van de kleding. En op hun beurt in het milieu terechtkomen. Macroplastics die zijn achtergelaten in het milieu. Denk aan flesjes, aan verpakkingsmateriaal, meer van dat. Dat breekt af, verkruimelt feitelijk. En ook op die manier krijg je allerlei kleine plastic voorwerpjes in het milieu. Voor een deel zal het worden afgevangen door RWCD's. Voor een deel komt het toch terecht in het oppervlaktewater. En een van de voornaamste dingen die we eigenlijk kunnen doen, hier zo, is ervoor zorgen dat het er niet terecht komt. En dat zijn de soort dingen waar ik het nu over wil hebben. De moeilijkheid die we hier zien is naast de grote hoeveelheid activiteiten die leiden tot plastics, ook de grote hoeveelheid soorten plastics. En er is eigenlijk geen eentje die hier echt tussenuit springt.
Zoals hier zo blijkt uit dit plaatje. Je kunt van alles nog wat onderscheiden aan plastics. Sommige zijn zwaarder dan water, sommige zijn lichter. Het is niet eenduidig allemaal. En de diverse eigenschappen die ze hebben, zijn natuurlijk nuttig voor het gebruiken van. Maar ze hebben ook gevolgen voor het voorkomen, het transport, of ze wel of niet snel afbreken, et cetera. Dat maakt dat maatregelen niet echt gericht kunnen zijn op specifieke soorten plastics. Je zult moeten kijken naar de activiteiten die dat tot gevolg hebben. Hier een plaatje van een rapport uit 2018 van het RIVM, waarin getracht is weer te geven hoeveel plastic uiteindelijk in het milieu terechtkomt, afkomstig van allerlei activiteiten en allerlei bronnen. De belangrijkste hierbij is fragmentatie van zwerfvuil. Een flinke hoeveelheid. De grootte van dit hokje geeft aan de onzekerheid. En aangezien dit een logaritmische schaal is, kun je nagaan dat de onzekerheid behoorlijk groot is. Dat neemt niet weg dat in ieder geval volgens deze gegevens zwerfvuil een van de voornaamste bronnen is van microplastics. En dat zou dus moeten worden aangepakt. Bandenslijtage, een andere hele grote bron. Verfdeeltjes ook, misschien een beetje verrassend. Het verlies van pellets, die plastic korrels die we aan het begin hebben gezien, is voor toch ook een belangrijk deel verantwoordelijk voor deze, voor de hoeveelheid microplastics die in het milieu terechtkomt. En zo zijn er nog een aantal bronnen waar in ieder geval iets aan gedaan moet worden. Fragmentatie van zwerfvuil, de belangrijkste bron voor zover we op basis van gegevens nu weten. In feite is het simpel, zorg voor minder zwerfvuil. En dat is met de introductie van statiegeld op kleine flesjes al een end dichterbij gebracht. Uiteraard, dat is pas sinds vorig jaar. Dus we hebben nog een tijdje te gaan om te zien of het inderdaad uitwerkt. Draagtassen zijn al lang niet meer gratis. Wat betekent dat er steeds minder van die draagtassen in omloop zijn. En dat mensen misschien ook wat vaker die dingen hergebruiken. Een andere ding is het verbod op plastic rietjes. Het zijn kleine dingen misschien. Maar uiteindelijk leidt het er wel toe dat er veel minder zwerfvuil aanwezig is of bijkomt in de omgeving. En dat is eigenlijk toch wel de voornaamste manier waarop je de verontreiniging door microplastics kunt tegengaan. Bandenslijtage is een lastiger ding. Slijtage is eigenlijk onvermijdelijk. Maatregelen die je kunt nemen, dan kun je denken aan controle op de bandenspanning. Als die bandenspanning optimaal is, dan is de slijtage ook een stuk minder. Wieluitlijning, een ander mechanische maatregel, slijtvastere banden, daar zul je de industrie voor nodig hebben om dat soort dingen te maken. Daar wordt inderdaad heel veel onderzoek naar gedaan. Maar uiteindelijk, veel van de maatregelen die mogelijk zijn voor het beperken van bandenslijtage, ja, die zullen toch van de overheid moeten komen. Het zij van de Nederlandse overheid, het zij op Europees niveau. En daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan APK, waarbij op dit soort zaken, bandenspanning, wieluitlijning, allerlei andere mechanische maatregelen, meer en meer controle wordt uitgevoerd. Voor het bestuderen van de gevolgen van bandenslijtage voor het milieu, moet je wel bedenken dat die rubberdeeltjes achterblijven op het wegdek. En daarbij hechten ze zich eigenlijk aan het asfalt. Voor een deel komen ze in het oppervlaktewater of in de omliggende,
in de omliggende grond terecht. En via het oppervlaktewater kan het dan weer vervolgens in het zuiveringsslip terechtkomen. Dus we zijn het gewoon niet kwijt. En het blijft een belangrijke bron. En dat zullen we straks ook zien. Verfdeeltjes is iets minder omvangrijk misschien dan de andere twee. Aan de andere kant, op dit moment is er vanuit de industrie heel weinig aandacht voor. En het probleem is ook dat er weinig of geen alternatieven zijn voor de verfpigmenten, de acrylverven en dergelijke die gebruikt worden. Hier is in een grafiekje aangegeven hoeveel er naar het milieu wordt geëmitteerd op basis van verschillende soorten activiteiten. Je zou op basis hiervan kunnen zeggen dat we vooral moeten kijken naar de bouw voor maatregelen. Maar alweer, het gaat om een veelheid van activiteiten. En waarschijnlijk is de belangrijkste uitdaging en de belangrijkste methode om hier iets aan te doen, dat mensen zich bewust worden van het feit dat, dat verf een belangrijke bijdrage levert aan, aan microplastics in het milieu. Pellets. Wat we daarvan weten is dat het loskomt en per ongeluk eigenlijk in het milieu terechtkomt door zaken als het overslaan van het materiaal in de haven, het transport, gebruik van de pellets om inderdaad plastic voorwerpen te produceren. Er zijn ook de nodige ongelukken geweest met schepen die, die dit soort materiaal verscheepten. Denk aan de MSC Zoe in 2019, als ik me niet vergis. Dan komt er een hele grote hoeveelheid van dat materiaal in het water terecht en vervolgens kan het weer op land aanspoelen. Recentelijk, ergens vorig jaar, als ik me niet vergis, was er in het nieuws dat in de Rotterdamse haven er erg veel van die pellets voorkomen. En dat is ook de aanleiding geweest voor voor de instellen van Taskforce Clean Sweep Rotterdam. Een groot probleem daarbij is dat eigenlijk niemand weet waar die pellets echt vandaan komen. Dus je kunt ook niemand verantwoordelijk stellen. En vervolgens wordt het aan de waterbeheerder of de terreinbeheerder om maatregelen te nemen om het spul op te ruimen. En de kosten zijn natuurlijk ook voor diegene. Dat is allemaal een flink probleem. Het enige wat je hier zou kunnen doen is ja, nauwkeuriger werken. En proberen ongelukken met zoiets als de MSC Zoe te voorkomen. Uiteindelijk valt er wat dat er gaat niet heel veel speculairs aan te doen. De overige bronnen, al wat kleiner van omvang. Cosmetica. Het aandeel microplastics is al sterk gereduceerd. Dat is al begonnen in 2015 met advies van de NCV. Een bekend initiatief in dat opzicht is Beat en Nano Microbead, waarvan je hier zo dus wat voorbeelden ziet. Plastic deeltjes in doucheschuim, scrubs en noem maar op. vezels die loslaten bij het wassen of bij het wassen met name. Ja, je kunt met dit soort zakken en de guppy, als ik me niet vergis heet het, is een voorbeeld daarvan. Daarin kun je dus dit soort materiaal afvangen. Dat voorkomt dat vezels in het water terechtkomen en vervolgens in het rioleringsstelsel. Je kunt ook kiezen voor andere materialen. Het is echter allemaal geen magische
magisch middel. Het gaat echt om, ik wil niet zeggen kruimelwerk, maar het gaat om veel maatregelen die allemaal geaccumuleerd de nodige verbetering kunnen geven. Maar ja, het is wel heel veel verschillende dingen die je moet doen. Kunstgrasvelden is ook onderscheiden als een belangrijke te onderscheiden bron. Daar is al het nodige discussie over geweest in het verleden. En er ligt een advies van CE Delft over verduurzaming van die sportvelden. Als we alles op een rijtje zetten en kijken wat het uiteindelijke effect is, dan krijg je een grafiek als deze. Kun je zo afgaan, ja, onder Arjen? Ik ga afronden. Nog één of twee slides. In de huidige situatie, dat is de blauwe balkjes, vinden we dus dit. Door maatregelen rond zwerfafval wordt dat dus al een heel stuk beperkt. Met bandenslijtage bereik je niet zo heel veel reductie, voor zover we op dit moment kunnen zien. En voor de overige dingen zit er eigenlijk geen echte verbetering in. We zullen vooral toe moeten naar een verdere reductie van de bandenslijtage en wellicht de end-of-pipe maatregelen die mijn naamgenoot hierna gaat vermelden. Dat was de laatste slide. Dankjewel Arjen voor jouw mooie overzicht, mooie verhaal. Heel veel comments in de chat. Okay. Misschien kun je ze zo allemaal even nalopen en beantwoorden, maar een paar kunnen we nog even aanstippen nu. Er is al bij meerderheid een verbod op wantenstaafjes volgens mij uitgeroepen in de chat. Mondkapjes zijn ook genoemd. De bandenslijtage is genoemd, maar daar zeg je eigenlijk al vrij veel over. Misschien nog even over het riool en het idee van, nou, dat gaat dan naar de RWZI en dan komt het van daaruit het oppervlaktewater in. Maar je hebt natuurlijk ook riool overstorten. Ja. En die gescheiden, de ontkoppeling, dat het... dan krijg je meer diffuus. Kun je daar nog iets over zeggen? Als het via de riool overstorten gaat, dan vindt er dus geen zuivering plaats. En kun je eigenlijk zeggen van alles wat er op dat moment in het water zit, komt gewoon in het oppervlaktewater terecht. Ik heb geen gegevens paraat over hoeveel... over welk percentage van het afvalwater inderdaad op die manier uiteindelijk het oppervlaktewater komt. Ik heb in het verleden wel gezocht naar dat soort gegevens, maar ik moet je zeggen, dat was heel moeizaam te vinden. Dus als iemand daar iets meer van weet, dan hou ik me aanbevolen. Helder, ja, dat lijkt me ook heel lastig. Aan de ene kant dat loskoppelen, dat afkoppelen van het riool, hè, vanwege de piekregenval en zo, heel logisch. Maar je krijgt dan wel weer een ander bijeffect. Nog een vraag over biodegradeerbaar plastic. Hoe kijk je daar tegenaan? Is dat een hoax of is dat toch wel een goed idee? In principe is dat een goed idee. Aan de andere kant, een collega van mij, Jan Gerritsen, heeft daar onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat als je echt in water of in zeewater met name zit, dan duurt de afbraak van dat spul veel en veel langer dan wenselijk is. En heeft dus eigenlijk niet echt het effect dat je hoopt dat het heeft. In laboratoriumomstandigheden is dat anders. Dan nette gecontroleerde omstandigheden, dan lijkt het al best snel te degraderen. Maar in de praktijk valt het vies tegen. Oké, dank je. We praten veel over het water, waterkwaliteit, emissie naar water. Er is hier ook een vraag meer naar de atmosfeer, luchtkwaliteit. Draagt het verbranden van pellets in houtkachels bij aan microplastic in de lucht? Dan praat je over een ander soort pellets. Dat hoop ik tenminste. Ik hoop niet dat mensen plastic pellets gaan verbranden in hun houtovens, houtkachels. Maar hout kan op zich natuurlijk ook wel wat aan verontreinigde stoffen
ontreinigende stoffen bevatten. Ik durf er weinig van te zeggen. Lijkt me ook lastig. Oké, nou, misschien heb je nog tijd straks om even naar de chat te kijken om nog wat aanvullingen te geven. Veel dank voor je verhaal en je antwoorden nu. En dan wilde ik graag door naar de volgende presentatie van Arjen van Nieuwenhuizen. En hij gaat er meer spreken over end-of-pipe maatregelen. Ja, goedemorgen. Wordt in dit gezelschap ook wel de andere Arjen genoemd, nadat ik met Arjen Marcus altijd in gesprek ben hierover. Ik presenteer vandaag iets over de vragen die net werden gesteld. Zijn jullie, is de slide te zien? Ja. Hij is goed te zien. Prima. End-of-pipe maatregelen voor de verwijdering van microverontreinigingen. Daar komen dus rioolwateroverstorten komen er ook nog bij, maar we kijken vooral naar de RVCT weer, het effluent van de RVCT. Dat hebben we gedaan voor kennisimpuls waterkwaliteit voor de ketenverkenner. En Arjen was mijn opdrachtgever in deze. En ik doe dat namens, ik presenteer vandaag namens Witte Vennebos. Kort achtergrond en doel, de aanpak, de uitkomsten van dit deskonderzoek. Het is geen heel uitgebreid onderzoek geweest. En ik sluit af met een handelingsperspectief, met name voor waterschappen, misschien wel voor gemeentes, als je het over overstorten kijkt. En we hopen daarmee ook een visie te ontwikkelen voor drinkwaterbedrijven. Nou, het doel van de ketenverkenner is al uitgebreid gepresenteerd, dus daar ga ik niet op in. Maar het doel van dit project was informatie te verzamelen en een handelingsperspectief op te stellen over beschikbare en innovatieve end-of-pipe maatregelen om microplastics, we hebben een beetje naar macroplastics gekeken ook, uit het aquatische milieu, een breed begrip natuurlijk, te verwijderen. En daarmee ontwikkelen we, ontwikkelt eigenlijk de ketenverkenner, de STOA Delta Fact Sheets, die ook nog wel aan de orde komen. Witte Vennebos. Witte Vennebos is uiteindelijk geselecteerd om dit project uit te voeren. Want wij werden gevraagd om hierop aan te bieden. En wij kwamen er eigenlijk achter dat wij de afgelopen, en dat was niet helemaal onbekend natuurlijk bij onszelf, maar dat we de afgelopen tijd, wij zijn een specialist in waterzuivering, watertechnologie, consultant daarvoor, werken voor de drinkwatersector en de afvalwatersector, dus wat dat betreft in het aquatische milieu goed bekend. Maar wij werken sinds een jaar of 10 al heel intensief met plastics en microplastics bezig. Overigens ook met die andere vraag die er komt over afbreekbaar plastic, bioplastics bijvoorbeeld. En daar zijn natuurlijk wel een aantal interessante ontwikkelingen gaande die dit probleem misschien wel aan de bron veel beter op kunnen lossen. Maar dat is een ander verhaal. Maar dit doen we vooral vanuit België, Vlaanderen en Nederland, toch eigenlijk de hotspots om hier naar te kijken. Maar eigenlijk onze projecten, en dat is iets wat we afgelopen 10 jaar breed uit gedaan hebben, ook al aan het analyseren aan de voorkant, al in 2013 rondom filterinstallaties bijvoorbeeld, tot en met in 2021, waarin we met name in het meten en monitoren van micros, dat is in Vlaanderen gebeurd overigens, veel onderzoek gedaan. Nou, heel pragmatisch aan de ene kant, af en toe wat onderzoek, ook in handreikingen zijn we daarmee bezig. Nou, dat was eigenlijk waarom we dit project mochten doen. En dat hebben we als volgt gedaan. We hebben gefocust op puntbronnen. En dat is natuurlijk een hele beperkte ook alweer, dat hebben jullie zo juist ook allemaal al gehoord. En we hebben naar water gekeken. Daarbij het RCE-effluent, de overstorten, dus de vraag die net kwam over overstorten, komt wel mee. En we hebben naar boezemgemalen gekeken. Wat zou je daar kunnen doen? Omdat dat weer eigenlijk puntbronnen zijn in het watersysteem waar je in zou kunnen grijpen als je plastics zou willen verwijderen. Nou, een ander iets wat we ook nog wel hebben besproken. Onze vraag kwam eigenlijk, kijk naar microplastics tussen de 333 mu. En de 5 mm. Die diameters zijn ook al afgegeven in de presentaties vanochtend. Eigenlijk besprekend met de watersector en met name de drinkwatersector daarin. Zei ze van ja, die 333 mu, dat is voor ons eigenlijk helemaal niks. Het gaat veel meer om die kleinere microplastics die bijna nanoplastics zijn. Dus we hebben uiteindelijk de bovengrens wel gehandhaafd, 5 mm.
En de ondergrens hebben we naar 1 à 10 mu verlaagd ten opzichte van de uitvraag die we hadden. Om in die werksessies ook echt wel met doelmatige en voor de sector relevante microplastics aan de gang te gaan. Nou, de aanpak, we zijn gaan identificeren van maatregelen op basis van, het is heel simpel, de omvang was vrij klein van dit project. Het is met name deskstudie en literatuuronderzoek geweest, maar ook veel met interviews, met expertsessies, universiteiten, maar ook waterschap en drinkwaterbedrijven en de instituten. We hebben vervolgens een shortlist van technieken gedaan en van daaruit, en die shortlist hebben we gebruikt met een aantal criteria. We zijn met name gaan kijken inderdaad, wat is de stand der techniek, hoe effectief is het? Is het toepasbaar op een rioolwaterzuivering, dan wel een overstort van boezemgemaal? Is het enigszins betaalbaar? Dat is natuurlijk ook een belangrijke. En uiteindelijk heb je dan ook nog allerlei middelen nodig, zoals elektriciteit, chemicaliën, andere toeslagstoffen, om die installaties, die ingrijpen, ook te kunnen laten draaien. Met name voor overstorten bijvoorbeeld, heel belangrijk. Ja, dat is iets anders dan dat je op een zuivering met een hek eromheen kan doen. Dat is altijd wat lastig. Nou, die selectie van in dat shortlist hebben we met werksessies en een multicriteria-analyse gedaan. Dat zal ik straks even de resultaten laten zien. En we hebben uiteindelijk die shortlist, die hebben we uitgewerkt in factsheets. En die zijn, daar zijn de shortlist technieken zijn dus uitgebreid beschreven in factsheets. Met een expert review eroverheen. Nou, en die conclusies die hebben we in een handelingskader verwoord. Nou, dat komt allemaal via Arjen Marcus ook nog bij jullie terecht in die factsheets en in de rapportage eromheen. Daar wordt nog aan gewerkt. Nou, de uitkomsten. Een van de belangrijke uitkomsten eigenlijk is dat we hebben naar RVCT's gekeken. Daar werd al gezegd, RVCT's zijn een bron. Best wel een belangrijke bron, maar misschien wel niet de belangrijkste bron. En dat zien we ook al als we naar de inventarisatie gaan, is dat actief slipsysteem met nabezinking is al een heel effectief verwijderingsproces voor die fractie microplastics tussen de 1 en, nou, met name tussen de 10 en de 5 mm dan. Dus fijne microplastic fracties worden in een conventionele zuivering al grotendeels verwijderd, heel effectief. Ze komen er natuurlijk nog steeds in en dan hebben we aan de effluent kant een bijdrage. Maar die zuivering zelf, door het biologische proces, het adsorptieproces in de vlok bijvoorbeeld van het actief slipproces, het nabezinken, ook te onderscheiden natuurlijk weer in lichte deeltjes en bezinkbare deeltjes, maar ook het invangen in het actief slip is een belangrijk proces dat al heel effectief is. Nou, dat meenemende hebben we vervolgens vooral gekeken naar fysisch-chemische technieken die op die puntbronnen kunnen worden ingezet. Ook omdat deze technieken, dan heb ik het over vergaande bezinking, zeving, filtratie, flotatie, ook membraanfiltratie, gecombineerd met chemische coagulatie en flocculatie of adsorptie, dat zijn al technieken die door waterschap in ieder geval veel worden verkend voor het verwijderen van microverontreinigingen. De organische microverontreinigingen en ook nog nutriënten. En daar kom ik straks nog wel even op terug, het belang daarvan. Maar die focus lag dus vooral op die fysisch-chemische afscheidingstechnieken. Nou, een hele longlist van technieken die je op RCT effluent dan wel op overstorten zou kunnen plaatsen. En van eigenlijk bekende technologie nageschakeld op rioolwaterzuivering of zelfs in industrie- of drinkwaterprocessen gebruikt. En eigenlijk was in de zoektocht naar deze technieken kwamen voor microplastics verwijdering eigenlijk helemaal niet zoveel nieuwe technieken aan bod. Het zijn eigenlijk allemaal bestaande technieken die je heel goed kan toepassen al op je effluent dan wel of op je drinkwater. Voor overstorten is het wel wat complexer omdat we daar een overstort ligt meestal in een gebied waar niet direct een goede energievoorziening is. En als je er chemicaliën voor moet gebruiken bijvoorbeeld, dan ben je al een stuk verder van huis. Want dan moet je allerlei maatregelen op een overstortlocatie doen. Dan wordt het al een stuk lastiger. Dus dan heb je eigenlijk hele simpele zeef- of filtratietechnieken nodig. Nou, je ziet, de focus ligt toch op filtratie, flotatie en bezinking.
vergaandere bezinking kan best effectief zijn, afhankelijk van wat je nog in je effluent hebt. Nou, met deze technieken zijn we ook aan de gang gegaan. We zijn ook gaan kijken hoe ver ga je nou bijvoorbeeld een membraanfiltratie, focussend op wat je daar maakt aan verwijderd, aan microplastics, maar wat je ook weer creëert. Je moet ook niet vergeten, dit zijn allemaal afscheidingstechnieken. Dus je hebt het allemaal weer in een geconcentreerde vorm, heb je die microplastics weer in zitten. Daar kom ik zo meteen ook even op terug. Het haalt het alleen uit het water en vervolgens, wat doe je ermee, is een belangrijke vraag. Oppervlakte water hebben we ook nog even gekeken. En eigenlijk kom je dan, als je naar bijvoorbeeld die boezemgemalen kijkt, kom je toch alleen maar naar technieken die effectief ingezet zouden kunnen worden meer op die macroplastics. En dan heb je het over die bubble barriers bijvoorbeeld. Die gaat best nog wel ver in zijn verwijderingsrendement en ook in kleinere deeltjes. Interceptor dingen zoals Ocean Cleanup bijvoorbeeld ontwikkeld voor ook rivieren en meren tegenwoordig. Maar dit zijn eigenlijk meer technieken die beschikbaar zijn op de grotere plastic fracties. De echte kleine wordt heel complex als je weer op een boezemgemaal een hele filterunit in kan bouwen. Dat kan, maar dat maakt het wel heel complex. Nou, waar zijn we uiteindelijk met die, maar hier zie je aan de rechterkant zie je die expertcommissie, waarin we inderdaad vanuit universiteiten, Wageningen, Delft, Universiteit van Twente, hebben we daarbij betrokken, Rijkswaterstaat en verschillende mensen geïnterviewd hebben vanuit Deltares en ook Plastic Soup Foundation bijvoorbeeld, hebben we toch gezegd, ja, we willen iets wat pragmatisch en toepasbaar is en we komen eigenlijk tot een selectie van 8 technieken waarbij je microfiltratie, ultrafiltratie eigenlijk kan combineren. Gewone zandfiltratie of gakfiltratie kan je doen. En dan heb je nog de filter of safe fracties, de diskfilters en de fijnzeven bijvoorbeeld, die ook effectief kunnen worden ingezet voor microplastics. Nou, als je het niet wil doen met filtratie, dan kan je denken aan flotatie. Dissolved air flotation bijvoorbeeld, zoals het in de industrie veel wordt gedaan, ook op dit soort type materie. Dus daar is het wel een effectief middel voor, zeker voor die lichte fracties. En als je naar die oppervlakte technieken kijkt, ja, dan hebben we het toch over de bubble barrier en de clear rivers technologieën die daar langskomen. Nou, met die shortlist zijn we uiteindelijk in een beoordelingscyclus terechtgekomen, waarin we hebben gekeken op basis van, en dat zie je hier in deze tabellen, ik weet niet of jullie dat op je beeldscherm goed kunnen zien, de manier van toepassen, het TRL, de standaard techniek, welk bereik heeft het in de effectiviteit. Dan hebben we naar de kosten beoordeeld, verwijdering van microplastics, de reststromen, heb ik al benoemd, hè. Bijvoorbeeld, wat doe je nou met die reststromen? En zijn er reststromen die makkelijker verwerkbaar zijn door bijvoorbeeld terug te kunnen voeren naar je zuiveringsproces en steeds verder te concentreren? Of zijn er ook weer residustromen waar je wat mee moet dan vervolgens? Slipstromen moet je ook aan denken. Nou, beheer en onderhoud, hoeveel heeft dat dan? En dan verbruiken bijvoorbeeld in ruimte, elektriciteit en chemicaliën. En die hebben we gewoon zonder een kwalitatief beoordeeld. En daaruit komt uiteindelijk een top 5 met multimedia filtratie, fijnzeven, CQ-diskfiltratie. Die DAF, omdat die chemicaliën nodig heeft, wordt toch wel een beetje lastiger. En microfiltratie en ultrafiltratie is heel effectief, maar kost ook wel heel veel energie. Nou, en zo hebben we dat ook gedaan met chemisch ondersteunen. Je kan ook die technieken nog effectiever maken door ze chemisch te ondersteunen met metaalzoutdosering bijvoorbeeld of flocculant. Daar kom ik zo nog even op terug. En dan maak je ze effectiever, maar de techniek op zichzelf wijzigt niet. Nou, voor de waterschappers en de drinkwaterbedrijven hier in de ruimte of die digitale ruimte zou je zien, dat zijn allemaal technieken die wij kennen. Ja, daar komt het ook eigenlijk op neer dat we daarmee best handelingsperspectief hebben om met onze technieken die we toepassen ook een stap te kunnen maken. Nou, voor die oppervlakte technieken komen we eigenlijk niet zo heel erg onderscheidend uit en zien we echt niet echt op korte termijn toepasbare technieken, maar nou ja, ze zijn wel in ontwikkeling.
Nou, die fact sheets zijn dus op deze manier ontwikkeld. Geef veel meer informatie nog over hoe het werkt, wat het werkt en hoe je het kan doen. Kunnen jullie kennis van nemen? Ga ik verder niet op inweven, ook gezien de tijd. En dan sluit ik eigenlijk af met het handelingskader of het handelingsperspectief microplastics op puntenbronnen. Maar eigenlijk de belangrijkste conclusie vind ik toch, en dat is wel in lijn met wat wij ook vanochtend al gehoord hebben, is dat die RCT is natuurlijk wel een belangrijke bron. Maar die conventionele processen, dus de rioolwaterzuivering zoals die nu is, haalt al best veel microplastics uit het influent. Dus je hebt daar al een hele belangrijke bijdrage. Dat wordt overigens ook ondersteund door recent onderzoek wat net gepubliceerd is vanuit Engeland. Nog in een Europese onderzoeksprogramma. Over de effectiviteit van rioolwaterzuivering. En met name de vraag van aandacht ook op een punt wat ik als onder drie heb. De reststromen, slipstromen bijvoorbeeld. Wat zit daar nou in? Want als dit het proces eens goed doet, zit er dus ook heel veel in het slip. Wat gebeurt er nou met die microplastics in dat slip en in die hele slipverwerking of reststroomverwerking? Nou, het advies is om eigenlijk, ja, dat klinkt een beetje cru, maar geen maatregelen te nemen om alleen microplastics te verwijderen. Maar wat moet je doen? Je moet nagezakelde puntbrontechnieken toepassen. Met name doelmatigheid is dan belangrijk om multifunctioneel de waterkwaliteit te verbeteren. De PT, en dat is eigenlijk wat je ook ziet in die inventarisatie. Die technieken zetten we al in voor organische microverontreinigingen en bijvoorbeeld nutriënten, stikstoffosfaatverwijdering. Combineer dat nou slim en doe naast dat we al keken wat kan je nou met nutriënten en organische micro's, neem daar ook de effectiviteit voor microplastics mee in je afwegingen, wat voor nageschakelde techniek je gaat doen en waar. Kom je zo tot een afronding? Ja. Ik heb nog één slide ter afronding, dus dat komt goed. Die aandacht voor die microplastics in de sliplijn in reactiewaterstromen, maar ook in die stroom die je dus creëert als je die nageschakelde techniek doet, spoelwater, concentratiestromen, is een hele belangrijke. Want je lost het probleem dus eigenlijk niet op, je concentreert het alleen. En daar moet je wel aandacht voor houden. Wat doe je vervolgens? Ga je dat verbranden? Ja, water verbranden is niet goedkoop. Nou, dan heel erg afsluiten. Maatregelen die hebben we gezien. We hebben top 5. Hè. Bestaande technieken die sowieso al ingezet worden op RCT effluent, dan wel in de drinkwaterproductie of de industriewaterbereiding. Maar ook nog een paar let op dingen. Er werd genoemd vanuit de experts. Let op die chemische additieven. Flocculanten, organische polymeren. Dat zijn in de basis stoffen die zich ook als microplastics kunnen worden vormen en uiteindelijk gedetecteerd worden. Wees daar heel voorzichtig mee. En ook technieken met bijvoorbeeld plastic materiaal zoals doeken en discfilters, die kunnen weer slijten en ook weer plastics afgeven. Dus let daar ook op als je die toepast voor deze toepassing of voor andere waterkwaliteitsverbeteringsmaatregelen. Dan over die rioolwater overstorten toch wel even. Denk eventueel over die fijnzeven en die discfiltratietechnieken toe. Wordt al hier en daar eens geëxperimenteerd. Nog niet echt veel toegepast, maar dat is wel een optie. Nou, en die oppervlaktewater zijn met name in ontwikkeling nog en vragen heel erg om maatwerk. Dat is eigenlijk mijn afsluitende slide. Dankjewel. Dankjewel Arjen voor jouw mooie overzicht, mooi verhaal. Er zijn heel veel comments ook weer. In de chat, daar kun je misschien zo nog even naar kijken. Ik haalde daar niet een hele duidelijke vraag uit, maar ik heb er zelf wel één of twee nog voor je. Je noemde dat het goed werkt met groter dan 10 micrometer. Dus ik vroeg mij af, kun je iets zeggen over kleiner dan 10 micrometer? Bij de RWZI, of heeft dat in jullie onderzoek ook wel een rol gespeeld? Ja, we hebben aan de voorkant wel naar gekeken. Het punt is dat je dan toch wel naar hele fijne membraanfiltratietechnieken toe moet. Dan ga je naar nanofiltratie en eigenlijk omgekeerde osmose technieken bijna. Waarom we daar niet naartoe zijn gegaan is met name omdat die ook een hele nare concentratiestroom weer creëren. En je zoveel stoffen weer uit het water haalt dat je watermatrix verandert. En dus inderdaad brein concentratiestromen creëert.
Daar zitten die plastics bijvoorbeeld in, maar ook allerlei zouten en stoffen waar je vervolgens weer een hele lastige eindroute voor moet gaan bereiken. Dus, daarom hebben we daar een beetje een scheiding gelegd. Oké, dat snap ik. Maar dat betekent dus ook dat kleiner dan 10 micrometer ja, niet in die zuivering zit. Dat gaat er doorheen of dat aggregeert. En waar komt het dan terecht als het zou aggregeren? Ja, dan komt het uiteindelijk toch weer in het oppervlaktewater terecht. Want dat is inderdaad ook wat vormt zich dan daarna weer. Dat is een goede vraag. Ja. Okay. Je sluit er niet uit dat er wel verwijdering plaatsvindt, maar niet echt heel effectief op die kleine fractie. Ja. En ik had nog een andere vraag. Dus RWZI, behoorlijk effectief. En dan noem je 80%, meer dan 80%. 20% kan nog steeds heel veel zijn, of 10%. En dan is het persistent en het gaat nog steeds wel door. Moet je dan ook nog nadenken over maatregelen verderop? Als het gaat om deze deeltjes, of is dat eigenlijk gewoon niet te doen? Ja, dat is een vraag. Kijk, daar ben ik vanochtend ook over getriggerd toen ik hoorde dat toch die hydraulische belasting bij een regenwater, een zware regenwatermoment. Dan gaat het over de rand heen van de RWZI, maar ook over die overstorten. Dus misschien imiteer je dan op, dat is dan 10 keer per jaar misschien, of heel weinig, maar misschien op dat moment imiteer je wel heel veel microplastics die je dus niet afvangt. Want ook deze technieken zijn vaak hydraulisch gedimensioneerd en ook beperkt, waardoor je ook weer bypasses hebt, bijvoorbeeld als het heel hard regent. En dat is een goede vraag. Ik moet daar vanochtend ook wel even over nadenken. Hoe je dan uiteindelijk, je moet uiteindelijk toch weer ergens in het watersysteem dan iets doen. Oké, okay, dus dankjewel. Daar hebben we niet naar gekeken in detail dus. Snap ik. Bedankt Arjen voor je verhaal en het beantwoorden van de vragen. En dan kunnen we door naar het volgende onderdeel. Dan geef ik door aan Sanne van den Berg. Die met ons de discussie verder gaat vormgeven. Misschien kunnen experts allemaal in beeld komen. Is dat een idee? Ja, dat is een goed idee inderdaad. Dan moet ik eventjes de experts gaan vinden en gaan spotlighten. Misschien dat mijn collega Basta zich ook even mee kan helpen met het spotlights. Spotlight. Nou, er zijn er nog een paar meer. Bas, hopelijk kun je die vinden. Maar zijn je hebt internetproblemen, dus die kun je mogelijk niet vinden. Oké, ja. En Paula, die is ook nog ergens, denk ik. Maar oké, Q&A. We hebben nu 30 minuten de tijd. Jullie hebben een heleboel informatie op jullie afgekregen deze ochtend. En we willen nu gewoon graag tijd ook voor directe interactie tussen jullie waterbeheerders, managers, drinkwaterbedrijven en wat al nog niet meer dat aanwezig is vandaag. Om direct ook jullie vragen te kunnen stellen aan de experts. Dus als je een vraag hebt, steek gewoon even je handje op. Dan kun je die gewoon direct vragen. En mocht je het fijner vinden om in de chat je vraag te stellen, is dat natuurlijk ook prima. Die houden we ook gewoon in de gaten. Het hoeft niet gelimiteerd te zijn aan de onderwerpen die vandaag te sprake zijn gekomen natuurlijk. Dus alle mogelijke vragen die jullie hebben over plastics in het milieu. Kom maar op, zou ik zeggen. Ondertussen heb ik ook nog wel wat vragen opgeschreven die eerder vandaag langs zijn gekomen, maar waar nog niet helemaal aandacht voor was geweest. Een interessante die ik bijvoorbeeld zag, gaat over het chronische effecten van blootstelling. Wat was de vraag precies? Is het door het persistente karakter van sommige microplastics niet een kwestie van tijd voordat je een veilige concentratie overschrijdt? Dus omdat ze ook zo lastig biodegraderen en dergelijke, gaan we daar niet een keer overheen.
Misschien dat dit een goede vraag is voor Bart, want het gaat toch wel echt over de risicobeoordeling. In 2018 zat ik in een werkgroep, internationale groep, om over de risico's na te denken en te adviseren. En op dat moment konden we niet zeggen dat er geen risico was, maar er was ook niet een duidelijk bewijs of zo dat er op dat moment al een risico in het milieu gaande was. Maar we konden wel als experts echt tegen elkaar zeggen, als we niks doen, dan hebben we een wijdverbreid risico binnen een eeuw. En dan is het dus niet zo belangrijk wanneer precies die grens overschreden wordt. Hè? Maar dat het ging gebeuren, ja, daar waren we eigenlijk allemaal wel van overtuigd. En wanneer precies, ja, dat wisten we dan niet. Omdat er natuurlijk zoveel dingen onzeker zijn in het voorspellen van de blootstelling en ook waar even drempels precies liggen. Het is een kwestie van tijd. Ja. Ja, interessant natuurlijk. Dat maakt het ook zo'n urgent probleem. Daar een beetje bij aansluitend, je hebt natuurlijk vandaag laten zien hoe dat we appels kunnen vertalen naar peren. Om het zo even te zeggen. Dus betekent dan ook dat we in de toekomst een eenduidige norm zullen gaan communiceren? Of gaat dit nog wel afhankelijk van polymeertype en of deeltjesgrootte bijvoorbeeld? Nog een keer voor Bart deze vraag. Nou, als je een norm communiceert, dan moet die eenduidig zijn. Anders, dus bij het proces van het verzinnen van een norm, mag ik aannemen en hopen dat het dan heel strak gedefinieerd is. Ik denk dat als het gaat om microplastic waaraan wij blootgesteld zijn, dat het dan toch dat diverse materiaal zal zijn en zal moeten zijn. En misschien dat het voor drinkwaterflesjes anders kan zijn, omdat je toch wel heel vaak bepaalde materialen hebt waar een flesje uit bestaat en een bepaald materiaal waar een dopje uit bestaat. Dus dan zou je ook specifieker dat risicoprofiel voor die 2 of 3 polymeertypen die dan van belang zijn kunnen nemen. Maar als het gaat om blootstelling vanuit voedsel, dat is zo divers, dan zul je toch een idee moeten hebben wat je allemaal aantreft in wat wij eten en drinken en inademen. En op een bepaalde manier recht doen aan die diversiteit en die dan vastleggen. Ja. Oké, dankjewel. Ik zag dat er in de chat een vraag was gesteld door André Sof. Misschien, André, wil je die vraag even direct stellen aan de experts? Ik heb geleerd vandaag dat er wel meer zicht komt, maar dat we enorm veel nog niet weten. Maar ik ga er even vanuit dat plastic behoorlijk persistent is. Het verschilt wel per soort, maar dat het een tijd. Dus ja, dan hoopt het zich toch op. En als je naar de volumes in de wereld kijkt, dan wordt er ook enorm veel gemaakt. En dan ergens heb je het gevoel, je kan wel zuiveren wat je wil. Dat moet ook echt gebeuren, maar dan moet je toch gewoon minder maken of niet maken. En alleen maar dingen die afbreken maken. En afbreken, ja, ik hoorde dat sommige dingen, de bioafbreekbaar in zee, dan wat minder goed gaan. Maar dat is toch wel gewoon wat anders dan de huidige plastics die echt wel heel langzaam afbreken. Het voelt bijna als radioactief afval, hè? De afbreektijden zoals ze nu zijn. Ja, dat is bedankt voor je vraag, André. Ik weet niet wie van de experts hier even op wil reageren. Bart, ga je gang. Ja, dat is een goed punt. Op een bepaalde manier hebben we vaak de neiging om te denken van dit is de manier om het op te lossen of dat is de techniek om het op te lossen. En bij plastic is dat denk ik niet zo. We moeten het hebben van een combinatie van heel veel dingen. Dus bewustwording, andere materialen gaan gebruiken, andere producten gebruiken, producten op een andere manier gaan maken. Dat is helemaal aan de voorkant. Maar ook regelgeving, boetes, incentives om bepaalde producten minder te gebruiken. Belasting, boetes als je vanaf een schip iets overboord gooit, dat soort dingen. Maar toch ook end of pipe. Omdat de hele breedte van maatregelen het enige is wat we kunnen doen. Dus het zal uit die volle breedte moeten komen, maar er is geen silver bullet oplossing. 1 ding wat je doet om het probleem op te lossen, denk ik. Bedankt, Bart. Arjen Marcus. Ja, ik sluit bij aan met Bart.
De vermindering van de productie zou al een heel stuk schelen. Ook gewoon dat mensen zich bewust zijn van wat ze gebruiken. Een van mijn stokpaardjes wat dat er gaat is het gebruik van flesjes water. Dat is eigenlijk zo ontzettend overbodig binnen Nederland. Gebruik vooral flesjes die je kunt hergebruiken. En niet van die dingen waar nu dus een statiegeld op zit. Maar als je ook kijkt naar de periode van discussie over het invoeren van statiegeld op die flesjes. Dat is ook eigenlijk beschamend. Het heeft iets van 10 jaar geduurd voordat het allemaal rond was. We moeten wat dat er gaat wel erg veranderen, vind ik. Dankjewel, Arjen Marcus. Misschien de vraag van Janneke in de chat. Janneke Snijders. Die vraagt eigenlijk naar de toekomst van het onderzoek, nu TRAM ten einde is. Dus waar zitten, bij welke partijen zitten de vervolgonderzoeksprogramma's? Misschien wel interessant, omdat we hier best een diverse groep aan mensen hebben. Of er al initiatieven zijn voor vervolgonderzoek. Ja, Bart wil daarop reageren, denk ik. Ja, we zien dat het onderzoek, net zoals de plasticproductie, nog steeds exponentieel stijgt. Heel veel budget is er. En er zijn heel veel mooie projecten gestart. Dit is al eerder genoemd, Horizon 2020 projecten. Daar gaat heel veel gebeuren. Grote projecten voor milieuonderzoek, maar ook over implicaties voor de mens. In Amerika gebeurt meer. Er zijn ook allerlei projecten en expertgroepen bezig om tot de beste oplossingen te komen. En op nationaal niveau zijn er ook heel veel projecten. Ja, echt tientallen, dus het heeft niet zoveel zin om ze allemaal te noemen. Maar het antwoord op de vraag waar gaat het gebeuren, dan is het eigenlijk bijna...